A new dimension for a new generation. Uw bedrijf, een activiteit, een vereniging, een product of uw komende evenementen promoten? Boost het op via Rasonic TV kanaal 7.8 Express in combinatie met Rasonic Radio 105.3 FM, nu ook al landelijk te volgen. Profiteer van onze stevige advertentiepakketten al vanaf 1250 SRD per maand. Ja, u hoort het goed, al vanaf 1250 SRD per maand. Adverteren of meer informatie nodig? Neem dan gauw contact op met ons in Paramaribo aan de Bindersraad 42 of in Nikeri aan de Dr. Erwin M. Ebelsraad 25. It's time for Boost Return met Rasonic TV, kanaal 7.8 Express, in combinatie met Rasonic Radio 105.3 FM. Een goedemorgen vanuit Sweety, zonnig, zeer warm, Paramaribo. Het is vandaag, hoeveel is het vandaag? 31 juli, woensdag 31 juli. Mijn naam is Gloria Botsen met het programma Travas D. Namens Rasonic Media en Travas D wens ik u een hele goedemorgen. En ik ga doen zoals Harry Jongloy deed. Harry Jongloy. Archimang in een foto. Abrawatra, awaspe unde. Rasonic TV, nanga Travas D, ebaru wan bigi odi. Voor degenen die vandaag jarig zijn, hiep, 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 hoeré. Namens ons van harte gefeliciteerd en een hele fijne gezegende dag. Degenen in het ziekenhuis, aan u heel veel sterkte en een speedy recovery. Degenen die in de gevangenis zitten, ook aan u denken wij. En denken van nou, hopelijk maakt u in het vervolg betere keuzes. Maar als u keuzes heeft gemaakt waarvan de consequenties niet zo fijn zijn, dan zult u die consequenties ook moeten dragen. En degenen die een geliefde zijn kwijtgeraakt, daar wens ik ook heel veel sterkte aan toe. Er zijn zaken die we zijn geconfronteerd geworden vorige week met het overlijden van, of de moord op een jonge dame die in Albina of in Frans-Guyana is doodgeschoten. Als het goed is, zijn de familieleden nog op zoek naar wat donatiegelden. En even kijken hoor. En ik had eigenlijk met haar afgesproken, ben ik helemaal vergeten, dat ik haar telefonisch zou interviewen. Ik heb het gisteravond een beetje druk gehad. We gaan het straks doen, kan dat? Mijn fout. Maar goed, die mevrouw, dus haar dochter is vermoord geworden in Frans-Guyana. Ze moet vervoerd worden terug naar Albina. Nou, de kosten daar zijn niet mals. Het is ongelooflijk en ze komen geld tekort. Maar dat gaan we straks dan even bellen om te horen wat ze precies nodig heeft. Voor ons was het een beetje lastig om helemaal naar Albina te rijden, naar Alfonsdorp, om met het gezin te praten. Dus we gaan het telefonisch doen. Gisteren hebben we begrepen, geen quorum weer voor DNA-vergadering. Is natuurlijk triest, DNA-leden worden betaald. U hoort daar te zijn. Oppositie had niet getekend, dus belangrijke vergadering waarin de regering vragen zou beantwoorden, is niet door kunnen gaan, omdat er geen quorum is. Nou, dan zou ik toch echt willen zeggen aan de DNA-leden om,
om hun taak serieus te nemen, om daar te zijn. Wanneer ze moeten vergaderen. De vergadering is dinsdag en donderdag, openbare vergadering. Wees u aanwezig, zodat de zaak ook behandeld kan worden. Ik zocht net naar mijn telefoon, omdat ik heb het in mijn tas. Dus ik ga mijn collega vragen of hij hier mijn tas weg wil halen. Want ik word gek van die binnenkomen en ik kon hem niet vinden, die tas. I don't know. Het is een hele kleine tas, maar met te veel diepte erin. En alle berichten komen door, die tas ligt daar. Sorry, ik heb het net ik ben zelf naar mijn auto gelopen om te kijken waar het is. Goed, een ander onderwerp, want we hebben straks gasten, waar ik met u over wil praten. Ik kan het meenemen, gewoon die hele tas, want dan blijft het piepen. Thank you. Nee, dan naar jou toe, weg van hier. Yes, ja, yes. Sorry. Hi. Je weet de situatie dat er heel veel problemen zijn in Suriname. Mensen die het sociaal moeilijk hebben. Uitkeringen die niet of volledig worden betaald. Ja, het is een drama. Nadat ik vorige week het gezin had geholpen, 2 weken geleden, heb ik een grote aanmelding, een enorme hoeveelheid aanmeldingen binnengekregen van mensen die in de problemen zitten. Nou, ben ik helemaal alleen. Ik heb wel wat mensen die me ondersteunen, maar ik heb geen vast team. Ik zeg, nou, jij gaat naar die, jij gaat naar die. En de problemen zijn ongekend. En vandaar dat ik dus blijf hameren op die crisisopvang. Ik weet niet waarom sociale zaken het nog niet helemaal goed werkt. Wat er nou precies aan de hand is. Omdat je dus die problemen in kaart kan brengen. Mensen die bijvoorbeeld ook hun verantwoordelijkheid niet nemen. Als een mevrouw mij belt en die zegt van ik heb geen eten voor mijn kinderen. Ja, dat doet het je wat. Ik ben zelf ook moeder. En dan hoor ik hoe ver ze woont. Ik zeg, ja, het regent, wegen zijn onder water. Ik ga niet zo ver rijden. We zullen even kijken hoe we dat misschien morgen kunnen oplossen. En dan word ik in 1 keer gebeld dat mevrouw ergens staat. En dat ik naar haar toe moet rijden. Nou, dat vind ik niet zo fijn. Dan moet je toch nog je huis uit. Oké, dat gedaan en spullen gegeven. Elke maand krijg ik een levensmiddelenpakket van de kerk. En dan mag ik zelf bepalen aan wie ik het geef. Nou, toevallig had ik die dag dus mijn pakket ontvangen en ik kon het geven aan deze mevrouw. Het zijn vaak alleenstaande moeders. En als ik dan vraag waar zijn de vaders, ja, die zijn weggegaan. En als ik zeg, mag ik dan het nummer om die meneer te bellen, nee, ik heb geen zin in problemen of ik wil geen problemen, want dan wordt het nog erger. Ik zeg, ja, maar nu gaat uw probleem worden dan mijn probleem. En u wil niet dat we die vader gaan aanspreken. Het kan dat je als man niet verder wil met de vrouw, of als vrouw niet verder wil met de man. Daar kom ik niet aan. Echter, zijn er wel verantwoordelijkheden. Dat zijn de kinderen. En kijk, in Duitsland bijvoorbeeld word je echt opgesloten als je geen alimentatie betaalt. Als blijkt dat jij de vader bent. In Suriname hebben we dat niet helemaal goed onder de knie. Buvas, die moet erachteraan om ervoor te zorgen dat alimentatie betaald wordt. Dat vaders hun verplichtingen nakomen. En ik zal u vertellen, ik heb ongeveer 50 aanmeldingen binnengekregen. Dat is best wel veel van mensen die problemen hebben, alleenstaande moeders zijn, geen eten hebben, huishuur niet kunnen betalen. En de problemen zijn gewoon immens. Wat moet je dan doen? Moet je moet je dan een extra een kantoor hebben voor crisisgevallen? Ik denk het wel. Want ik kan zeker 50 aanmeldingen binnen. Ik kan helaas dat niet aan. Omdat de problemen te groot zijn. Zaken moeten worden opgepakt. Mensen moeten hun koopkrachtversterking aanvragen. Mensen moeten een extra uitkering aanvragen. Overigens, ook dat loopt nog steeds niet lekker. Mensen krijgen nog steeds niet hun gelden helemaal uitbetaald, omdat dan is er weer een achterstand. Ik heb ook even gesproken met aannemers voor de vuilophaaldienst.
als die niet eens hun geld krijgen, kun je nagaan hoe het loopt met de anderen. En vanochtend is er weer RVM-vergadering, de Raad van Ministers. Ik hoop dat daar de minister van Openbare Werken er is. Dus ik kijk naar mijn collega en ik zeg, er is geen vuilophaal gedaan. De betaling is niet geschied. Ik kreeg net een bericht van twee dat ze maar één reçu hebben ontvangen. Wat betekent dat? Eén reçu? Dat is uitbetaald één... Oké, een reçu ontvangen. Dus dat ze dus één is betaald, maar ze moeten nog toch hebben. En ze lopen ze ineens januari achter. En waardoor we dus nog steeds met een probleem zitten. Dat vuil niet wordt opgehaald. De collega's hier, dat is belangrijk, want ik weet het, ik ken dit soort dingen niet. Hij zegt, een reçu is een bewijs van financiën, van goedkeuring, maar er is nog geen bewijs dat het geld op je rekening is. Oké. En ik vraag hem, hoeveel reçus moet u krijgen, moet er nog betaald worden? En we zitten nog steeds, want het heeft geregend. En ik zag gisteren een collega in de groep plaatsen, ik weet niet of je die foto hebt gezien, van heel veel vuil. Ook dat is een probleem. Dus er is, lijkt het wel structureel een probleem met uitbetalen. Is het niet dan bij de mensen met een uitkering, hè, die koopkrachtversterking, dan is het wel met aannemers die hun werk al hebben verricht sinds januari. Waar ligt het aan? Is het beleid? Iets klopt niet. Ligt het aan financiën? Krijgen die niet op tijd de dingetjes binnen dat ze moeten betalen? Wat is nou precies het probleem? En ik hoop toch echt dat het wordt opgelost. Dat wij, dat de betalingen op tijd zullen geschieden, waardoor de zaken ook vlot kunnen verlopen. Want nu zitten we met heel veel, meneer Charman, Deel Charman, DNA-lid, heeft aangegeven, je krijgt allerlei ziektes op deze wijze. En laten we hopen nogmaals dat het heel snel hersteld zal worden. Er zijn grote problemen in het land. Mensen die, zoals ik al zei, zeker 50 mensen die hebben gebeld. Je wil niet weten. En ik ben maar één. En er zijn mogelijkheden. Als je een visie hebt, als je beleid uitstippelt, als je weet waar je naartoe wil, dan kun je zeggen, hier is een crisiscenter, een balie voor crisisaanvragen. Dat je daar het bemant met 3 man. Die gaan de zaken, de aanvragen binnenhalen. Dat hadden wij ook bij de sociale dienst in Nederland. Zeg ik niet dat Suriname dit als Nederland moet doen. Maar je moet toch gaan zoeken naar een oplossing. Waardoor het goed kan werken. Waardoor je niet steeds achter de feiten aanloopt. Dat mensen op straat moeten gaan, zoals de boeren in die Keri. Dat je daar hele... En ze, nog steeds niet tevreden. Nog steeds zijn er dingetjes. En denk je, ja, beleid. Aanstaande vrijdag hebben we telefonisch een interview met de heer Riyad Noor Mohammed van OW over dit stuk. En over natuurlijk de stopzetting van die renovatie aan de Van Hogerhuisstraat. Hoe dat nou precies zit en wat is integriteit vraagstuk. Daar gaan we dieper op in en dan hopen we dat we hele goede antwoorden, heldere antwoorden krijgen. Daarnaast heb ik gelezen dat de heer Henk Avianco... DNA-lid, directeur is geworden van het ziekenhuis te Marwijnen. En het heet Marwina ziekenhuis, volgens mij. Ja, dank je. En hij is directeur geworden. Ik heb nergens gezien dat er een sollicitatieoproep is gedaan van... weet je, mensen, we zoeken naar een directeur, u kunt solliciteren. Dit zijn de eisen, dit zijn de criteria. Helemaal niet. DNA-lid, nu benoemd tot directeur. Het zijn zaken die niet transparant zijn. Had van tevoren aangegeven. Hij gaat waarschijnlijk stoppen met zijn werk daar, zegt hij. Is net bijna, hoe lang? 9 maanden voor de verkiezingen. Gaat er nu weer iemand anders komen? Wat is dit? Wees transparant. En ik zeg niet dat meneer Avianco het niet kan doen. Dus ik ben niet de meneer aan het bespreken. Ik ben het beleid aan het bespreken. Kunnen we ergens zien dat er een vacature was... Dat er een sollicitatieprocedure is opgestart. Kunnen we dat ergens zien? Waarom kiezen voor hem? Wat zijn zijn credentials? Ik bedoel, we moeten toch wel
weten. Het is te triest voor woorden, moet ik u zeggen. Groetjes uit Germany, ja. De weg naar Travassie is er een korte route, inderdaad. Helaas is die, ben ik ook heel streng. En dan zeg ik ook van, ja, ik wil dit en dit en dit en dit weten. Hoe komt het dat u dit... En als u wil, niet wil, dat ik uw ex-partner bel, vanwege het feit dat de kinderen geen eten hebben. Ja, maar dat is ook mijn werkwijze, was dat in Nederland. Je gaat bellen naar de mensen. Ja, is lastig, hè? Je hebt er geen last van? Oké. Ik hoor het tot hier mijn telefoon. Verschrikkelijk, ik kon het niet vinden. Oké, kunnen we dan een stukje... Hij draagt de hele tas van me weg. Want het zit in mijn tas. Ik heb gekeken, ik ben naar mijn auto gelopen. Maar ja, oké. Ongelooflijk. Maar nogmaals, het beleid is voor mij... Ik heb geen vacature gezien. Jij? Dat ze zochten naar een directeur, want dat had ik ook gesolliciteerd. De minister van Sosavo levert niet. Ze is niet geknipt voor de job. Sinds jaar en dag is dat ministerie een zorgend kind. Net zelfs met OW. Dat is altijd een probleem. Altijd worden gunningen verstrekt. Altijd zijn maar bepaalde mensen. We krijgen... Het beleid is ongelooflijk. En zoals ik al zei, zoveel aanmeldingen binnengekregen. Dat ik bijna... Ik kan ze niet eens beantwoorden. Het is zoveel. Problemen die je kun je oplossen. Als je beleid hebt. Als je strenge criteria hebt. Als je weet, mensen weten waar ze naartoe moeten. Wat ze moeten inleveren. En ik zal u zeggen, ik heb het ook aan die mevrouw gezegd. Van, u heeft een kind van 1,5 jaar. En een kindje van 3. Toen ging het al niet lekker. Ja, die vraag stel ik. Maar is het zo verstandig? Oké, het kind is er al. Maar gaat u over nadenken. Heeft u al voorbehoedsmiddelen? Want u moet geen kinderen meer gaan maken. Ja, ik ben gesteriliseerd. Oké, mooi. Dat is dan geregeld. Daar ga ik heel eerlijk over zijn. Want de kinderen, die lijden eronder. Er is geen eten. Die mevrouw gaat s'avonds laat de deur uit om naar mij toe te komen, zonder overleg. Dat ze ergens staat voor de spullen. En kinderen worden alleen gelaten. Het is te triest voor woorden. Iemand zegt, stuur al die aanvragen door naar mevrouw Pané. Ja. Chandrika Jangli zegt, Gloria, ook wil het bijna niet voorlezen. Suriname is een bananenrepubliek. Daarom komt er geen sollicitatieoproep. Dat komt even wel binnen hoor, als je dat zegt zo. Chandrika. Is een bananenrepubliek. Wat erg. Dus dat doet me, ik kom in één keer binnen. Dat vind ik heel erg. Maar je hoort, als overheid hoor je het goede voorbeeld te geven. Er moest een vacature zijn verschenen in de krant. Toch? Staatskrant. En zeggen, we zijn dringend op zoek naar een directeur voor het ziekenhuis in Marowijnen. De criteria zijn hbo geschoold of academisch denkniveau. Eerder ervaring hebben in het leiden van een ziekenhuis of een leider van een bedrijf. U moet zo oud zijn. Iets. Maar we gaan nu een DNA-lid benoemen omdat hij Marowijnen kent. Dat is niet de criteria. Dat kan nooit dat een criteria zijn. Het is ongekend. Sorry. En ik ken de heer Henk. Dus meneer Henk, niks persoonlijks naar u. Maar deze procedure, sorry, klopt van geen enkele meter. En dan mag u boos op me worden. Het zal zo zijn. Is er in Suriname geen voedselbank zoals in Nederland? Nee, Herman, hebben wij niet. We hadden wel een food basket, waarin mensen dan iets goedkoper dingen konden halen. Maar... Hij heeft het niet eens kunnen tegenhouden dat de gedoneerde medische hulpmiddelen vanuit Frans-Guyana naar de Keri zijn doorgesluist. En nu vertrekt hij met een gouden handdruk. Over wie heeft het, meneer Henk? Oké. We kiezen voor de verkeerde beleidsmakers, dus moeten we niet anders verwachten, zegt Zavi Rajar Mohabir. Dan moeten we niet anders verwachten. En als je steeds voor dezelfde kiest, ga je hetzelfde krijgen. Inderdaad, Zavi, want we zeggen, zoals Albert Einstein het zegt, doing the same thing all over again and expecting a different result.
is the definition of stupidity. Je doet zelf dezelfde, maar je verwacht een andere uitkomst. En nu in één keer hebben we een vrouw. Terwijl we niets veranderen aan het beleid, we niets veranderen aan de criteria. Het gaat hetzelfde blijven. Dus un concorcor macandrera. Is het Suriname? Of is het de regering? En burgers die maar iets doen. Ja, ik hoor hem. En meneer Perkaas zegt, een van de belangrijkste deugden in het sociale leven die dagelijks zeldzamer wordt, is geheimhouding. Ze schuiven ze elkaar de baantjes toe, dat gebeurt ook in Nederland. Goedemorgen, zegt Ben, het geluid is erg zacht. Oké. Okay. Goedemorgen. Ik ben live in de uitzending, dus je moet even stil zijn. Yes. Kunnen we nu even gaan bellen? Ik heb je, het lukt niet, no? Ja, we gaan even naar de muziek luisteren. En het geluid is erg zacht, Ben. Jij bent de enige die het zegt, dus misschien opnieuw inloggen, uitschakelen en inloggen. Ja, ik kon natuurlijk niet zo hard. Luisteraars, dan zijn we weer terug en we hebben aan de telefoon de moeder van, ze mag zelf de naam zeggen, kijken of we er goed kunnen horen. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Gloria. Goedemorgen. En uw naam? Kamal voor die Asta. Ja, en het gaat om uw dochter. Zij heet? Jawel. Zij heette? Kamal voor die Charmaine. Charmaine. Ja, jawel.
gecondoleerd nogmaals. Uw dochter is vorige week doodgeschoten, hè? Of jawel. Door haar ex of haar vriend? Nee, door haar huidige vriend. En hij leeft nog of is hij ook overleden? Hij leeft nog. Okay. Ja, hij leeft nog. Maar hij is wel ingesloten daar op Santa Bomba. Oké. Okay. En het is gebeurd op Frans-Guyana. Wonen ze in Frans-Guyana? Nee, het is niet gebeurd. Die schietpartij heeft plaatsgevonden op Albina naast Godo. Naast die bank Godo. Ja. Ja, maar, daar heb ik gehoord. Maar nu is haar lichaam... In Frans-Guyana. Ja, hoe komt dat dan? Waarom is ze van Albina naar Frans-Guyana gegaan? Zo. De dokter heeft haar verwezen met de bedoeling dat ze het nog zou kunnen halen. Maar heel jammer is dat gebeurd. Het mocht niet baten. Nee, oh, want ze leefde nog. Ja, ze leefde nog. Okay. En bij het reanimeren van haar, ja, ze hebben hun best gedaan, maar niet nog meer baten. Dus ze heeft het liever daar gelaten, in Frans-Guyana. Dat is verschrikkelijk, heel verschrikkelijk. Jawel. Hoe oud was uw dochter? Ze was 31 jaar oud. En wist u van tevoren dat er problemen waren tussen haar en haar huidige vriend? Dat was 3 jaar, dat was 7 maanden geleden. Ze waren nauwelijks een man, want ze zijn nu samen 8 maanden, pas 8 maanden met elkaar. Maar 7 maanden terug, ze waren nauwelijks 1 maand met elkaar. Ja. En dan had ik opgemerkt van dat die heer te jaloers was. Hij was te jaloers. Okay. Met jaloers bedoel ik van dat je mij niet alleen naar de winkel mocht, niet alleen op straat kon gaan voor boodschappen. Hij was als een lijfwacht, meer dan een lijfwacht voor haar. Ja. Heeft u daarover kunnen praten met uw dochter? Ja, ik heb tot haar gesproken van luister nou, zelf de broer, zelf zussen van mij, mocht je mij niet bemoeien. Oh. Ja hoor, vreselijk jaloers was die heer. Vreselijk. Om hem moest Germain alle contacten wegwissen uit dat telefoon. Om die man. Dat is heel triest, heel triest, ja? Heel triest. En ik had tot Germain gesproken meerdere keren. Van, deze jongeman, ja, ik weet het niet hoor, maar echt. Misschien okay. Gewoon een man die zie, je moet slip een man die zie, want hij is te jaloers en want Jarusu man, nou een kiri man. Dat zeggen ze. Een man is Jarusu overbodig. Neef, neef, alles maar. Kan toch niet? Nee. Heeft de familie van hem contact met u gezocht? Jawel, maar we hebben tot nu toe niets gehoord. Het is al 3 dagen. En dat lijkt mag niet meer dan tot maandag, uitsluiten maandag. Want los van het vervoer, los van het transport van het lichaam naar Suriname, moet Termijn voor abductie daar in Paramaribo gaan. En wie gaat voor die onkosten dekken? We hebben geen geld. Het ding is plotseling gebeurd, niet dat Termijn ziek was. Termijn is met alder kracht heen gegaan. Reeddadig wezen. Ja, en u heeft nu geld nodig om het lijk te vervoeren vanuit Frans-Guyana. Ja, naar Paramaribo. En van Paramaribo weer naar Albina. En om hoeveel geld heeft u nog nodig dan? Zo. Ik zou dat niet weten, nog niet precies weten, omdat mijn jongste zoon, hij is die contactpersoon. Hij doet alle dingen wat dat betreft. Oké, okay. Zullen we zo zeggen dat ik u dan later van u ga horen? Dan kan ik het ook vermelden in mijn programma. Om hoeveel het gaat, wat u nodig heeft, dat we alles even dan duidelijk kunnen vermelden. Dan hoor ik het later van u. Kunt u dat naar me toe appen? Oké, is goed mevrouw. Aboen, dan laat ik u weten. Dan kunnen we vragen om hulp zodat uw dochter begraven kan worden. In Suriname. Heel veel sterkte. Ja, dank u wel. Ja. Dat was dus de moeder van Germaine. Triest. Ik kijk naar mijn collega of hij even een pokoek voor me kan doen. We gaan horen later van de moeder om hoeveel geld het gaat.
Ik weet dat het ongeveer om 3000 zoveel ging euro. Liggen daar en tot vrijdag hebben ze de tijd. En dan ook nog moet je 55 euro per dag betalen aan leggelden, zodat ze kan vervoerd kan worden. Goed, ik ben zo weer bij u terug. When you believe in me, you secure la happy for me school. Me promise un day or she. Oro when take me, mamo leave the now and say. If mira cambo also me can give no be free. Goedemorgen, dan zijn we weer terug. Het was weer een Suripop nummer, collega. Ja, u weet het, aanstaande zaterdag is het Suripop Festival. Gaan we horen wie de winnaar is. Ik heb al een voorkeur, dus ik ben benieuwd of die het ook zal zijn. Goed, we hebben in de studio twee van onze vier gasten, want straks zijn er weer andere gasten. En we gaan ze nu in beeld brengen. Zij moeten kijken naar deze camera, hè? Deze, ja, oké. Okay. Goedemorgen, Jennifer. En goedemorgen, je voornaam? Revelino. Revelino. Oh ja. De dingen van jullie is daar, hè? Een beetje daarin praten. Oké. Okay. Goed, je bent hier omdat? We zijn hier in verband met
de theatervoorstelling Kormansen, welke wordt opgevoerd in het kader van het Suriname Performing Arts Festival. Is er een Suriname Performing Arts Festival? Ja. En wanneer is dat? Dat is op 12, of ja, het start op 12 augustus en het gaat door tot en met 20 augustus. En wat is dat? Ik heb er nooit van gehoord. Nee? Oké, dit jaar hebben we de derde editie van het Suriname Performing Arts Festival. Mm-hmm. En dat is een event, of ja, een gebeuren welke wordt georganiseerd door Be Your Own Hero in samenwerking met Untold in Nederland. Oké, en die hebben, en dan kunnen verschillende artiesten, wat die performing arts, wat de dans, toneel, wat is ja. Dat? Oké, er zijn verschillende disciplines waar de focus gelegd op wordt. En dat zijn theater, dans, muziek en zang. We hebben het twee jaren geleden, of ja, al twee keren gedaan. Dit wordt de derde editie. De afgelopen keren konden mensen die geïnteresseerd waren in de workshops die verzorgd werden, zich opgeven voor deelname. Maar deze keer hebben we iets van, weet je, we gaan Surinaamse culturele groepen uitkiezen of aanwijzen die mogen deelnemen hieraan. Waarom? Het is de bedoeling dat we als organisatie, daar heb ik het over Be Your Own Hero en Untold, deze keer doet Black Harmony ook mee, dat we samen met Surinaamse groepen mm-hmm. een soort van uitwisseling doen. Talent- en kennisuitwisseling. Dus ze komen vanuit Nederland naar Suriname? Ja, Untold en Black Harmony komen vanuit Nederland naar Suriname. Be Your Own Hero organiseert het heel event, het heel traject. En samen zorgen wij ervoor dat we een leuke, maar ook leerrijke uitwisseling hebben. Oké, dankjewel van mijn collega. Rivelino. Ja. Be Your Own Hero, waar staat dat voor? Ik begreep natuurlijk wel wat maar het verhaal erachter? Ja. Het is zeg maar, wees je eigen held op welke manier dan ook. Het mm-hmm. gaat niet alleen om dans, maar het gaat ook om ontwikkeling van de jongeren die bij ons komen dansen. We houden ons niet alleen bezig met dansen. Soms tijdens het dansen moet je tellen. En als je gaat tellen, ben je een rekensom aan het maken. Dus voor ons de naam Beer Own Hero moet voor motivatie gaan zorgen te alle tijden. Maakt niet uit wat je doet, maar we houden ons niet alleen bezig met dans. Dus de naam Beer Own Hero spreekt in principe voor zichzelf. Dus het is altijd vooruitgang, ontwikkelen. En met name het ligt in je eigen hand. Ja. Het is niet van anomie, het komt door mijn moeder. Nee, het is in je eigen hand, ondanks soms verleende omstandigheden, toch nog je eigen hero te kunnen zijn. Precies. Dat maak je precies. Van jezelf. Exactly. Ja. En nu hebben jullie dus op 12 augustus, maar als ik je hoor zeggen cultureel, betekent dat Javaanse groepen ook erbij zijn, Hindustaanse groepen, Creoolse, Marons, hoe moet ik het zien? De focus wordt gelegd op de Afro-cultuur. Waarom? Ja, omdat wij van mening zijn dat er niet genoeg kennis daarbuiten is over de Afro-cultuur, maar dan niet gewoon de Afro-cultuur, maar de Winti-cultuur, het Winti-geloof. Wanneer mensen horen Winti, wordt het in de meeste gevallen gelinkt met afgoderij, met Bono, ja. Maar dat is hem niet. Mm-hmm. Winti is een geloofsovertuiging op zich. Ja. En als je er weinig van weet, ga je het verkeerd interpreteren mm-hmm. of verkeerde informatie delen erover. Dus wat willen wij doen? Wij willen tenminste beginnen met de basics daarvan. En dus de kennisoverdracht. Ja. Van wat is dat en oké. Okay. Ja, precies. En dat gaat dus samen met Black Harmony. Wat gebeurt er dan 12 augustus tot en met 14, zei je? Van 12 tot en met 20 augustus. 20 hele? Ja, 8 dagen lang. Worden er verschillende workshops verzorgd mm-hmm. aan aangewezen groepen. En die groepen zijn het Mannenkoor Harmonie, we hebben Mila Mofu, we hebben Naxwa Ruto en de Mysticals. Dat zijn de dansjongens? Ja, okay. Precies. Met deze vier groepen wordt de uitwisseling gedaan van talent en kennis, maar dan nog hebben we ergens geprobeerd om het een beetje open te houden voor geïnteresseerden daarbuiten. En dat is op het gebied van dans. Oké, daar is waar u komt in. Ja, dus zeg maar de stijlen Banamba en Awasa, die hebben we gewoon open gegooid. In het verleden, dus bij de twee... Sorry, you lost me there. Wat, ik ken breakdance, ik ken R&B, maar wat zei je voor stijlen? Banamba.
Nooit van gehoord. Het is, is een afro-culturele dans, maar het komt van de Saramakaners. Okay. En dan heb je van de Okaners, dat is de Awassa. Oké. Okay. Ja. En dat, dat kunnen mensen dus dan, jongeren kunnen? Ja, dat kunnen ze ook gewoon meedoen. En dan gaat dus Mystical ook met name die twee stijlen doen, ofzo? Of? Die stijlen worden gegeven door Mila Mufu. Dus er worden een workshops georganiseerd? Ja. 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 Het zijn workshops met dans en met overdracht van... Oké. Is er ook nog een theatervoorstelling, zei je? Ja, er is ook een theatervoorstelling. Het zou oneerlijk zijn naar de gemeenschap toe als we ons alleen hielden op de groepen die zijn aangewezen om deel te nemen hieraan. Dus wat doen we? De theatervoorstelling Kormantse, die al eerder is opgevoerd in Nederland door Untold en Black Harmony, die wordt naar Suriname gebracht. Een toneelstuk? Ja. Dat wordt naar Suriname gebracht en het mooie daarvan is, we hebben er een twist aan gegeven door Be Your Own Hero, of dansers van Be Your Own Hero, ook in de theatervoorstelling te schuiven. En met z'n drieën gaan zij dus Kormantse opvoeren. En Kormantse is een theatervoorstelling die zich vooral focust op de Kromanti Winti. Dus wil je meer te weten komen over de Kromanti Winti, dan moet je vooral naar de theatervoorstelling komen op 15, 16 en 17 augustus. Hoeveel kost dat en hoe laat begint het? Een kaartje kost 500 SRD. Inloop is 6 uur en de show start om 7 uur in het Onstage Theater. 15, 16, 17 augustus, theatervoorstelling in Thalia. Onstage Theater. Onstage? Ja. Ah, ja. Oh, oké, okay. Dan moeten mensen snel zijn. Want ja, niet zo ja, groot, ja, ja, ja. Niet zo vorige groot keer theater. Was het... In februari waren ze er alweer. Ja, toen was je er ook, hè? Toen was ik er ook. Precies. En heel veel mensen waren boos omdat ze niet aan kaarten konden komen. Dus deze keer zijn we heel vroeg gestart met de promo daarvan. Om te voorkomen dat mensen weer... geen kaart vinden. Exactly, weer geen kaart vinden. Dus... haal je kaartjes op tijd bij JF Print, Dresscode en Technolobby voor maar 500 SRD. En wees snel, want de kaarten gaan heel hard. Als je Untold, Black Harmony en Be Your Own Hero wil meemaken in een hele leuke, interessante, maar ook leerrijke theateropvoering, dan moet je er vooral bij zijn. Evelien, heb je nog wat dat je kan zeggen aan de mensen om ze te hypen, nou, te komen? Ik zou zeggen... mis het niet. Het gaat allemaal om onze Afro-Surinaamse cultuur. Het is een uitwisseling, het is een kennisoverdracht. Het is zeker leerrijk. Koop snel je kaartje, want ja, vorige keer werden mensen echt boos. Maar we hebben zeg maar gekozen voor Onstage Theater, omdat de spelers, de acteurs die gaan bezig zijn op de vloer. En als je in Thalia zit, kan je niet zien. Alleen als je boven zit, ga je het kunnen zien. Ah, okay. Dus onstage is wel de juiste theater. Dat je gelijk, dat je alles meteen kan meemaken. Ja, op de vloer kan zien. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus ik zou zeggen, hou snel je kaartje, want ja, op is op. Op is op. Ja. Jij nog wat te zeggen? Nee, kom vooral naar de show. Ja, ik 15, zou ook, 16, 17 augustus. Ik zou ook willen bedanken. Het is allemaal mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Suriname. Fonds Podiumkunsten, Fonds Cultuurparticipatie in Nederland en de Stichting Dance & Keer Suriname. Geweldig. Oké, okay, ik mag straks zijn nummer. Ik heb hem nodig voor een andere situatie. Dat helemaal niets met de wintercultuur te maken heeft, maar ook een leuke situatie. Oké, okay, dit was Jennifer en Rivellino. Die hebben ons verteld over wat er zal gebeuren op 12 tot en met 20 augustus. Workshops over de afro-cultuur, waar mensen meer zullen leren, meer kennisoverdracht en bepaalde dansstijlen, mi vergeet den ding. Maar die twee dansstijlen zullen we horen. Mensen uit Nederland, Black Harmony komt en Untold komt. Naar Suriname. Het wordt dus ook een uitwisseling van die verschillende groepen, Suriname en Nederland. Twee landen, één gevoel. Oké, okay. We zijn zo weer bij u terug met mijn andere gasten. Dan gaan we het hebben over de crash- en peutersverblijven in Suriname en opleiding. Look pe ude lada te makandra no gue not
ne pratiwi Wortu no de futegiu Familobiu mi gudu futru Yunangami So many sweet momenti Yunangami Brinki stari wins beude Yunangami Forma kandra anu tranga Desno de gitra lobi Wan lobi futego Yunangami Etiko midei Webeji fuini Vini destrei Orole fosi Chaude Mikudu Mikdintaki Ulobi natru Yunangami So many sweet momenti Yunangami Brenki stari wins peude Yunangami Horma kandra anu tranga Presno de gitra lobi Wan lobi futego Yunangami Goedemorgen, dan zijn we weer terug met een heel ander onderwerp. En ik heb weer twee andere gasten die aan tafel zijn aangeschoven. En ze gaan zich even aan u voorstellen. Eén kent u al, maar de andere mevrouw, die gaat zich even aan u voorstellen. Goedemorgen, en uw naam? Mijn naam is Fatma Hulsman Jemida. Ik ben financial manager van Stichting Danem, Towards a New Alternative. Daar leiden wij dus... de schoolverlaters, zeg maar, die een tweede kans onderwijs kunnen krijgen. En een van de vakken waarin ze les kunnen krijgen is worden crashpeuterlijsters. Dat is een van ze. En anders zijn nog meer. En u bent daar de financial mee, mijn manager van, ja. Oké. Okay. Lucia Fung, goedemorgen. Goedemorgen, kijkers en luisteraars, ze kennen me allemaal al. Ja, en jij bent hier aangeschoven om dat? Ik ben hier aangeschoven omdat ik denk dat het altijd beter is, hoe meer je oefening Bartkus, herhaling moet, dat wij hier zitten om informatie te brengen, informatie te geven aan de samenleving met betrekking tot dit belangrijk onderwerp, de opvang van kinderen en de opleiding daartoe. Ja. En ik heb me daarin gespecialiseerd, ik ben betrokken en ik voel me echt verantwoordelijk om hier aan steeds, als het enigszins kan, aandacht te besteden. Oké, okay. Als we van de vorige keer hebben we een oproep gezien. Ik weet niet of het een fake bericht was, maar je kon zien dat er werd opgeroepen mensen tussen de 18 en 70 jaar om zich aan te melden voor een hoeveel dagen cursus? Vierweekse cursus van 18 tot 70-jarige personen die zijn opgeroepen om zeg maar hier aan deel te nemen en het staat ook als een soort officieel bericht. Ja, we weten niet of het een officieel bericht is, dus hebben wij erover gesproken van ja, je kunt niet mensen opleiden binnen zoveel dagen en ze een goede en volwaardige peuter- en crashleester maken. Hoeveel peuterscholen hebben we in Suriname, is dat bekend?
Er zijn een aantal. Stichting TANA is een van ze. Stichting BOOG bestaat dat er ook. Dat zijn opleidingen. Zijn opleidingen. Nee, ik heb het over de aantal peuterscholen en crèches. Op peuterscholen en crèches. Daar is mevrouw Lucia op de hoogte van, want ja. Er is zoveel. Hè. Nee, nee, want je doet te veel. Lawaai, no? Oké, okay, sorry. Ik ben niet rustig. Nee, ik moet drinken, want ik heb soms last van mijn stem als de airco. Maar we hebben de airco ook uit. Oh, gelukkig. Het slaat ook op mijn stem. Slaat mijn stem. Ja, het slaat okay. Ook op mijn stem. Dus. Ja, we hebben, wat ik heb onderzocht, toen in 2017, meer dan 400 zoveel crèches en peuterscholen. Waarvan toen, het zal nu wel meer zijn, 119 waren aangemeld. En nu zal het iets misschien van 2 zijn. Kan, ik heb niet de juiste cijfers nu, maar lang niet die wat er is. En uiteraard moet de data worden opgeschoond. Want heel veel mensen hebben zich teruggetrokken. Er zijn heel veel nieuwe erbij. Dus het is nu even koffiedik kijken. Oké, okay, maar je zegt aangemeld. Waar aangemeld? Sociale zaken is de instantie waar de mensen zich horen aan te melden. Willen zij gaan starten? Of zijn ze al begonnen? Zijn ze ver gevorderd voor ondernemen in die branche? En van de 400 zoveel waar jij zegt, zeg jij zijn maar 119, toen 120? Toen waren er 119. Dat gaat nu ruw. Misschien 200 misschien, aangemeld. Ja, en een paar die weg zijn. Die oh, de data moet verschoond worden, want die mensen die stoppen en die geven het ook niet aan dat ze zijn gestopt. Dus dan zeg ik het. Oké. Okay. Is het belangrijk dat er een opleiding is voor crèche en peuterlijsten? Want je zou zeggen, nou, zijn van die kleintjes, ik hoef ze alleen maar baby met ze te spelen. Waarom moet het daar een voor opleiding? Zo moeilijk is het toch ook weer niet? Natuurlijk moet er een opleiding zijn, want je werkt met kinderen. Daar wordt basis gelegd, de fundering gelegd voor het kind, voor haar of zijn hele leven. Ja. En als daar iets verkeerd gaat, ik blijf gelijk als ik les geef, want ik geef soms ook les aan de crèche peuterlijsters, vooral in het binnenland. Want dan willen de collega's niet zo ver gaan. Dan ga ik daar naartoe om les te geven. En dan leg ik aan die aanstaande lijsters uit. Van hoe heet het? Als jij een huis bouwt en jouw fundering is niet goed. Wat gebeurt er met je huis na een paar jaar? Ja, dan gaat die instorten. Ja, ja. Hetzelfde gebeurt ook met het kind. Als je daar de juiste basis niet hebt doorgegeven. Je leert dat kind met in plaats van dat het zegt van... het huis, de huis. Ja. En moeder gaat thuis verbeteren. Dan zegt dat kind, nee, juf heeft me dat geleerd. Mm-hmm. En juf weet het. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Kijk eens. En hoe lang duurt de opleiding? Wij hebben het tot nu toe voor 9 maanden. Waaronder ze 5 maanden stage lopen. We zijn aan het overwegen om het te verlengen. Mm-hmm. Want je merkt dat het eigenlijk... niet goed ingeslepen is. Want als je iets leert, moet het ook inslepen. Moet het ook, de persoon moet het zich eigen maken. Ja. En dan, als je het langer maakt, dan kunnen ze er makkelijker en beter mee omgaan. En hun kennis verrijken. Want die zijn 4 maanden dus theoretische opleiding. Ja. En 5 maanden stage. Maar ze komen ook een dagje terug voor extra les. En in die 5 maanden worden ze nog op begeleid ja, door de opleiding van u? Ja, wij gaan als stagebegeleiders, we hebben een aantal stagebegeleiders en leiders die ze dan gaan begeleiden. Ze gaan kijken hoe ze het doen op de crèche. Er wordt ook opdrachten uitgevoerd onder toeziend oog van de stagebegeleiding. Ja. Zodat zij dan kan, hij of zij kan dan beoordelen hoe het is gegaan, wordt er feedbackgesprekken met ze gevoerd en dat ze dan de volgende keer het beter moeten doen, wat verkeerd is gegaan. Ja, als u nu terugkijkt, u heeft die flyer ongetwijfeld ook gezien. Mm-hmm. En er stond 4 weken. Is het om te lachen? 4 weken een opleiding te volgen? En dan kun je zeggen, je gaat werken als kleuterlijster? Ik vergelijk het gelijk met vooral met de kleuterlijster is. Want ik weet van, een kleuterlijstersopleiding duurt 4 jaren. En nu wil je het in 4 weken doen, wie is nu gek? Ja, dus daarom denk ik, lijkt me een fake. Een fake ding, dan dacht ik ook van dat kan toch niet. Dat kan toch niet van min af komen. Staat er nog erbij dat het vanuit de overheid met Surinaamse vlag en overheid doorgegeven is. En dat staat ook officieel. En staat ook officieel. Ja, zo. En we hebben ook geen terugkoppeling gehad dat het ministerie van Minhof heeft aangegeven van jij, maar dit is een fake bericht. Dat hebben we niet. Ik ben vergeten. En niet ergens gezien. Nee, nee, ik heb gekeken. Ook nergens gezien, nee. Nee, dus moet ik het naar je toe sturen? Oké, ik ga het eventjes naar hem toesturen. Lucia, waarom is het belangrijk
dat mensen goed opgeleid zijn. Je hoeft niet naar je scherm te kijken, je weet het dat je hoeft. Nee, ik wil dit wel. Ik heb een aantal dingen geschreven. Ik kom even terug, want je vroeg waarom is het belangrijk dat de mensen een opleiding volgen. Ja. In Suriname wordt er niet heel veel onderzoek gedaan. En er zijn een aantal dingen wetenschappelijk al onderzocht. Mm-hmm. Dus ik vind dat we niet hoeven uit te vinden. We praten Nederlands, we kunnen Nederlands lezen. Ja. Dus een aantal dingen waarvan je weet dat dat zou moeten zijn bij de mensen die op kinderen zullen willen werken, 0 tot 4 jaar. Dat moeten wij al zeg maar goed hebben in ons vizier. En we kunnen heel veel kopiëren. Ik kom even terug op peutereducatie. Je zegt op mijn scherm, kijk, dingen geschreven. Ik zeg dat peutereducatie een essentiële rol speelt in de algehele ontwikkeling van kinderen. Het biedt een solide basis voor hun educatieve, sociale, motorische en een emotionele groei en bereidt hen voor op een succesvolle schoolcarrière en leven. Ja. Door kinderen vroeg in hun ontwikkeling te ondersteunen, helpen we hen om hun volledige potentieel te bereiken en dragen wij bij aan een sterkere en meer gelijke samenleving. Oké, een mondvol. Dat is eigenlijk wat ik een beetje aanvult op wat mevrouw Hilsma gezegd heeft. Dan vraag jij, als ik bijvoorbeeld kijk naar wat voor bagage er moet zijn. Ja. Dan ga ik een aantal hoofdpunten aanhalen. Ik ga misschien af en toe even wat diepgang hebben, zodat de mensen begrijpen waar ik het over heb. Mm-hmm. Want we moeten gaan kijken, wie gaan we aantrekken, wie gaan we selecteren om op onze kindjes te kunnen werken. Mm-hmm. Ik ga even een zijstap nemen. Iemand zei ergens in een programma dat de mensen er moeite hebben met de wetopvanginstelling omdat het te hoog gegrepen, het is te westers. Iemand zei dus onze wetopvanginstellingen is te westers. Is te westers, het is te hoog gegrepen voor de Surinamers, voor de Surinaamse personen die eigenlijk zouden willen gaan werken op 0 tot 4 jaar. Nu ga ik even over de competenties. Kijk, wil je met kinderen werken, sowieso communicatieve competenties moeten hebben, interpersoonlijke competenties, organisatorische competenties, observeren en evaluerende competenties, probleemoplossende competenties, veiligheid en zorgcompetenties, teamwork en samenwerking, professionele en persoonlijke ontwikkeling, culturele sensitiviteit. Dat zijn een aantal dingen die je als competentie zou moeten hebben. Mm-hmm. Wil je gaan werken op een professionele manier, adequaat met de kinderen. Ja, maar dat leren ze op de opleiding. Dit alles kan worden bijgebracht. Dit alles kan geschoold worden. Ja. Dit alles kan getraind worden. Maar u begrijpt, en ik denk mevrouw Hulsman ook, dat dit niet in 4-5 maanden zou kunnen zijn. En dit ook niet in 4 weken. Zo. Heb je die flyer? Okay. Dan kunnen we het even laten zien. Okay, even een aanvulling. Bij ons zijn ze 5 dagen op school. Nu 4 dagen, doordat de financiële situatie een beetje moeilijker is. Dat we aan de kwaliteit iets hebben gedaan. Hetzelfde gebleven. Maar we geven ze nu dus 4 dagen in de week les. Van 8 tot en met 1 uur. 8 tot 1 uur, 4 dagen. Zie je, wegens het dringend tekort aan kleuterlijsters vanaf juli. En er staat er ook niet welke juli, hè. Kan elke burger tussen de 18 en 70 jaar oud deelnemen aan gratis cursussen van voor- en vroegschoolse educatie. Om deel te nemen aan de cursus hoeft u zich alleen maar aan te melden. Na afronding van het programma ontvang je een certificaat. Het is gek, hè? Je ziet eerst u en dan je. Ja, maar ik heb gekeken naar de tekst, hè? Zeker. Ja, ik heb gekeken naar de tekst. Ik ben het ook geanalyseerd. De persoon heeft het over kleuter. Onderwijs, dat is sowieso 4 jaar. Maar ook ziet, nu lees ik het op, zie je, dan eerst is het u en ontvang je een certificaat in dus voor- en vroegschoolse educatie en een goed betaalde baan. Maar het staat, is een officieel bericht. Okay. En niemand heeft hierop gereageerd, nee. Hè? Niet mag ik even, onderwijs? Ja, dit zijn dingen die, ik weet niet of het een moderator is of ik weet niet van YouTube, is dit zijn dingen die je eigenlijk eruit zou moeten halen. Hierop zou je scherp moeten zitten. Want dit gaat viraal en kan zijn eigen leven gaan leiden. En waarom ik dit aanhalen en waarom ik dit belangrijk vind, luisteraars en kijkers. Omdat er
nu hier in Suriname heel wat mensen ook opstaan die een trainingje geven. Mevrouw Hilsman is ervan op de hoogte. Mm-hmm. En die dan aan de mensen zegt, na 5 maanden ben je al goed, ben je al gekwalificeerd om te gaan werken als volwaardige peuter dan wel crashleidster. En dat klopt niet. Mijn collega's, we moeten geen misinformatie in het leven roepen. En als we dit soort dingen zien, vind ik dat er hier wel, hoe zeg je dat? Nou, mijn collega stuurt me dus net, hij zegt, de links verwijzen naar een Nederlandse website. Hier staat die Nederlandse website. De Nederlandse website? Ja. Dus, NL staat hier. Ja, hij heeft het naar me toe gestuurd. Je ziet een Nederlandse website. Maar die dingen gaan ook niet open, hè? Ik heb het dus het klopt. Openen, dus het kan ook zijn, wat, maar je weet dat de mensen van alles kunnen. Dus u zegt, u heeft geklikt erop? Ja, en het gaat niet open. Nee. Je weet dat het niet. Hij heeft het wel open kunnen klikken. Okay. Die C-cursussen, 18-24, als je erop klikt, gaat het bij jou open? Want ik had het ook geprobeerd. Ik had het ook geprobeerd. Nee. Ja. Maar goed. Dus in elk geval... Dit is nonsens, want iemand zegt ook hier, deze opleiding duurt in Nederland 3 jaar. Dus dit bericht is onzin. Ja. Maar je ziet dat als het bijvoorbeeld over een training gaat, dan kan het kort zijn. Dat exactly. is een bijscholing. Ja. Dat zo, maar dit is wel verwarrend. Ja. Want we houden ervan om te kopiëren. En nogmaals, ik ga het even benadrukken. Er zijn mensen in Suriname die opleidingjes geven en het zo dusdanig brengen dat de dames of de personen die daar zo'n 4-5 maanden training gevolgd hebben, die kunnen dan wel voorwaardig worden ingezet als crash-opvoeder. En dat kan wel? Dat gebeurt. Maar de vraag is, zijn die dan geschikt om als volledig te kunnen werken? Nee, ze zijn niet geschikt, want na COVID, ik heb zelf ook thuis een crash-peuterschool. Ja. En ik had dan werknemers nodig, een lijster. En iemand kwam solliciteren. Normaal neem ik geen andere lijsters dan alleen maar van Tana. Mm-hmm. Omdat ik weet wat ze kunnen. Tana? Van Tana, zeg ik Tana. Hè? Tana Towards a New Alternative. Zij hebben voor zorgen ook een opleiding. Zij? Dat is u? Ja, Oké. Dus ik weet wat ze kunnen. Ik weet wat we ze hebben bijgebracht. En dan kwam er een dame en die kwam solliciteren. Omdat ik een beetje uit de buurt ben, woon in Vijfde Rijweg. Dus mm-hmm. dan is het moeilijk om mensen soms te krijgen. Ze kwam, ze zei me, ze heeft een opleiding gevolgd van 3 maanden. Ik heb gekeken naar de cijfers, ook naar wat ze heeft gehad. Het leek heel sumier wat ze heeft gehad. En ze heeft maar 3 uurtjes les gehad. Dat berekende ik. 3 maanden. Het zijn maar 13 weken. Oh my God. 3 dagen is 39 dagen. 39 dagen maal 3 uren. Is 100 zoveel uren. Wat heb je in 100 zoveel uren geleerd? Ik wou haar de voordeel, omdat ze dus mee zou zitten in de klas, mee zou doen in de klas, heb ik haar het voordeel van twijfel gegeven, haar aangenomen. En het eerste thema wat ze moest verzorgen was Diwali. Het is haar feest, want ze is een Hindoestaanse dame. Dus ik zei aan haar, kan jij dan dat verzorgen? Kan jij dat voor de kleuters? Voor de kleuters. Haar hun vertellen wat ze gaan doen, gaat zijn. Ja, juf, ik kan dat. Maar moest het op papier zetten. Kon ze niet. Oh. Het is nog een bij haar feest. Je kan toch van alles vertellen. Waarom ga je licht aanmaken om 6 uur, bijvoorbeeld? Ja. Welke godin ga je dan, eren op dat moment? Ja. Kon ze niet. Ze kon het misschien wel vertellen, maar niet schrijven. Ook niet vertellen. Ik zei, vertel me, dan zal ik het voor je op papier zetten. Ook dat kon ze niet. Ook dat kon ze niet. En dan moet zo'n jonge dame, moet dan voor mijn groep staan. Moeten dan peuters en kleuters aan les geven. Ja. Dus wat heeft u toen gedaan? Die heeft er vriendelijk bedankt. Ik heb me vriendelijk bedankt. Dus dat is een probleem in Suriname. Behoorlijk. Ik dacht eerst kon ze als assistent misschien even nog blijven. Tot ik iemand anders had. Maar dat lukte ook niet zo. Nee. Want dus ook de discipline opbrengen om op tijd aanwezig te zijn was ook een probleem. Ah, dat is ook een probleem. Om te zeggen, we beginnen om 8 uur, je moet er om 7:30 zijn. Dat lukte ook niet altijd. Als we dus kijken naar wat je zegt, ongeveer 400 crèches en peuters en dingen. Mensen die zich niet hebben aangemeld bij SOSAVO. Jij hebt het al een keertje eerder verteld. Eigenlijk, ik zei het vorige keer ook nog in mijn programma, zou je het onmogelijk moeten maken bij Kamer van Koophandel.
daar zou je de eerste drempel moeten hebben. Wanneer je komt om je in te schrijven voor een peuterklas, dan zeggen ze, heeft u een toestemming van meneer van Sociale Zaken? Nee, dan kunnen we u niet inschrijven. Maar dat gebeurt ook niet. Nog steeds niet, want recent heeft iemand zich ingeschreven. Dan heb ik het over 3 weken. 3 weken geleden? Ik wilde toetsen. Ja. En ze zei, ik zeg, oké, kijk maar, ik hoor je wel. Ja hoor, mevrouw van Gawink, ik heb een naam. Alles heeft ze voor me gestuurd. En ze heeft het zo kunnen openen? Ja. En ze is niet naar Sociale Zaken. Dus ze dweilen met de kraan open en dat moeten we veranderen. Er moet verandering hierin komen. Dit kan niet zo voortsukkelen. Het kan niet. Maar hoe komt die verandering? Waar moet die verandering komen? Zucht. Beleid. Beleid, ja. Beleid. En moet gecontroleerd worden. Want als je beleid hebt en je controleert niet, dan heeft het ook geen zin om beleid te hebben. Dat is het probleem in Suriname. We hebben allerlei wetten, hè? Ja. Maar de controle en handhaving ontbreekt. Maar dit is niet een geval van nu, is het van de afgelopen, is het onder deze regering ontstaan? Nee. Dus is die zo al 10 jaar? Ja, het is vanaf eigenlijk de bedoeling van een vroeger, hè? Ik weet nog, mevrouw Poetscher had, ik weet niet of het een tijdje, ik moet even kijken, een tijdje, ik had de dingen, waarom zo'n crash, waarom zij en meneer Poetscher hebben besloten om een crash te openen. Toen moesten de moeders naar het werk. En dan hadden ze daarvoor gefaciliteerd dat die kinderen bij hun werden omgebracht, zodat mama en papa gerust aan het werken. Dat was eigenlijk de verzorgingstaken. De verzorgingstaken die waren prioriteit. Hè? Eigenlijk een beetje brood, bed en bad. Ja. Ja. Maar nu vanaf 2014 is er een prachtige wet uitvoerbaar gekomen. En daar moeten we onze mindset, we moeten ons gaan aanpassen om dit te implementeren. En als we dat niet kunnen, want dat staat ook in de wet, dan zou de personen die van onder sociale zaken werken, die mensen moeten begeleiden, trainen en ondersteunen. Dat zijn de mensen die pas starten, de vergevorderde mensen en de mensen die al, zeg maar, die willen beginnen. Dus jij zegt van, kijk, die wet in 2014, inderdaad een prachtige wet. Het enige wat er nog moest gebeuren, een raad van toezicht benoemen en een controledienst. Dat is in al die 10 jaren niet gebeurd. Dan kunnen we zeggen dus dat als we dan horen dat mensen zeggen, ja, we hebben de meeste wetten aangenomen, maar die zijn niet uitvoerbaar, heb je niks aan die wet. Inderdaad. Dus stelselmatig, en zou je terug moeten gaan naar de directeuren en de ministers van vroegere SOSAVO, die hebben eigenlijk hun taak niet gedaan. Ze hebben hun taak verzaakt. En DNA-leden hebben ook niet de controle uitgevoerd om te kijken van, hey, wordt deze wet goed gedaan. Wat moet er dus nu gebeuren? 1. Moet er een controledienst worden benoemd, heel ASAP, en een raad van toezicht? Ik ga je zeggen dat we toen een onderzoek hadden gedaan, zegt in krachting en ik blijf het herhalen. We hebben aanbevelingen gedaan. En waarom? Wanneer je iets doet, moet je onderzoek gedaan hebben. Je moet diepgang hebben in wat je wil doen. Zodat wanneer je praat, je niet praat vanuit een luchtballon, maar praat vanuit wetenschap. En praat vanuit een feitelijke omstandigheid dat je het onderzocht hebt. Mm-hmm. Nu heb ik gezien dat de doorstroming wetopvanginstellingen is verdeeld eigenlijk in 2 takken. 1, 0 tot 4 jaar, daar moet de toezicht en controle zit bij sociale zaken. En 4 tot 8 jaar zit bij inspectieonderwijs. Hmm. Ja. Dus 0 tot 4 jaar zit bij sociale zaken. En 4 tot 8 jaar bij onderwijs. Early childhood development staat in de wet 0 tot 8 jaar. Dus het is gesplitst. 0 tot 4 sociale zaken en 4 tot 8 inspectieonderwijs. Weet jij ook waarom die splitsing is gedaan? Even, Gloria. Ik ben rustig, want ik zit me zo te ergeren, want ik heb dit een paar keer aangehaald. Ik heb ook aanbevelingen gedaan in 2018. En we hebben gevraagd, kijk ernaar. Aanbevelingen naar wie? Naar sociale zaken, want ik zie het toch. Dus ik werk daar, dus ik zie de manco's, ik zie de gebrekken. Wie was toen de minister? Minister Polak, vandaag de dag is ze ter ziele. Ja. Let God have her soul. Zij heeft geweigerd, hè, om de raden in te stellen. Ze heeft ze was een pedagoog geweest. Maar ze heeft dat niet kunnen inzien dat het zeer belangrijk is. Want nu heb je dan nog steeds die chaos en losbandigheid. Ik heb aanbevolen van luister nou. Omdat je te maken hebt met voor- en vroegschoolse educatie, zou eigenlijk dit stukje
onder inspectie onderwijs moeten vallen. Ja, dat vind ik ook. Ja, want kijk, want dan heb je dan ook een betere afstemming op elkaar. Ja. Wat is de leerstof die wij aan de dames kijken, tot waar mogen ze? En dan heb je een mooie doorstroming naar de verdere... Klas 1 en zo. Ja. Maar nu is het alles door elkaar. Je ziet verschillende scholen hebben hun eigen programma. Er is geen uniformiteit. De discipline brengen ze niet op. Dus wat doen ze? Ze gaan iets lezen en dan geven ze eigenlijk de leerstof eigenlijk die niet zou mogen. Maar als je er geen kennis van hebt, dan wordt het lastig voor de kleuterjuffrouw om die opvang te doen. Want die ene is al heel ver. Dus dat kind zit ontzettend te vervelen. Dat kind zit lastig te doen. Omdat ze eigenlijk alles al heeft gehad. Wat de kleuterjuffrouw moet kijken. En onze kleuterjuffrouwen zijn niet zo flexibel ingesteld om te switchen, om te zeggen, oké, weet je, zij gaat iets hoger of iets anders krijgen, zodat ik daar aandacht kan besteden en misschien die drie groepen, want één groep die de kleuterjuffrouw opvangt, is een kindje dat nooit gepeuterd heeft. Een tweede groep dat de kleuterjuffrouw opvangt, is een kindjes die ontzettend goed in die ECD-standaarden zijn getraind. En dus de school al schoolrijp gemaakt. En de derde groep is die groep die een achterstand heeft. Ja. Ja, waar niet zoveel is gedaan. Zij zegt, dat onderschrijft u. Ja, die verwarring is erbij. De achterstand betekent dat de kinderen soms ook wel zijn geweest op een ding aan school. Zo dusdanig een beetje in de war zijn gebracht van alles wat ze niet mee hebben gemaakt. En dat zijn de groepen kinderen die soms de kleuterjuffrouwen moeten opvangen. Oké, teruggaande. Hè? Zij zegt dus, het is duidelijk dat je dus ziet dat soms kinderen op de kleuterschool komen en die hebben een achterstand, of zijn te ver voor. Dus er is geen uniformiteit van wat leer je de kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Ja. En vindt u het ook belangrijk dat dat ook valt onder onderwijs? Dat valt ook onder onderwijs, want wat gebeurt er nu? Er zijn bijvoorbeeld mensen die bij het ministerie van Onderwijs werken en die hebben ook crèche-peuterscholen. Zij kopiëren het programma van de kleuterschool. Wacht nog een keertje. Wacht. U zegt dus, ik werk bij onderwijs. Ja, bijvoorbeeld. Uh-huh. Bij het ministerie van Onderwijs. En ik heb een eigen peuters. En ik heb een eigen peuterschool, waar ik dus leidsters in dienst heb, die opleiding hebben gevolgd. Oké. En jij geeft ze het programma van de kleuterschool, want ze leren al woordjes. Van dat ze moeten herkennen. Mm-hmm. Je kan ze wel leren om die schrijfbewegingen te maken, maar dan moet je dat met krullen doen. Aha, dus nu leert het kind zeg maar anders. Die komt nu op de lagere school en dan moet ze het weer iets anders gaan aanleren omdat je het op een bepaalde manier. Ze hebben al de letter A al geleerd, helemaal. Mm. En dan, dat is wat Lucia zegt. Dan komt dat kind daar, de juf wil met ze beginnen die krulbewegingen te maken, maar dat kind kan al aanmaken, dus dat kind is al ver vooruit en dan heb je een probleem, want het kind wil die krulletjes niet meer maken. Toch? Het wordt lastig om dat kind het geheel te houden. Die fase is hij al voorbij of zo. Aha, want je leert dus eerst dus die krulfase en dan kom je later en leer je dus. Je leert krulfase, je leert overtrekfase, je kan die dingen wel doen met ze. Dat kan je laatste kwartaal op de peuterschool doen. Dat doen we ook, maar dan we maken geen letters met ze. We leren ze wel het alfabet, dat ze weten het herkennen. Dat het met plaatjes zijn, dit is dat, dit is dat. Maar nog niet leren schrijven, want dat moeten ze, dat leren ze pas in het eind van kleuter A, kleuter A of kleuter 1. Hè? Een kleuterperiode is eigenlijk al spelende leren. De peuter of de kleuter? De peuter. Ik ga even het goed in de lijn brengen, anders gaan we een beetje naar de kleuter. Dus peuter. De peuter, daar gaan ze al spelende leren. Uh-huh. Je gaat niet, wat ik vaak merk, als ik op de verschillende, want mevrouw Tana heeft het over één persoon die eigenlijk niet geschikt was, maar ik ben op meerdere scholen, dus ik heb het over meerdere scholen waar ik het probleem zie die mevrouw Hulsman net heeft aangehaald. Okay. Peuterperiode is eigenlijk meer zien en doen. Op de grond, groot, groter, groot, grote ballen, kleine ballen. Je maakt tekeningen op de grond, dus je bent echt op de vloer bezig. En ik merk in mijn periode waar ik op verschillende, is dat de
je vrouw voor een bord zet met een liniaal in de hand en gaat aanwijzen. Peuters. Voor de peuters? Voor de peuters. Okay. Dus ze gaat lesgeven alsof ze de kinderen al op een eerste en een tweede jaar, leerjaar 1 en 2 zitten. Terwijl het anders moet. En dan dat er geen uniformiteit daar is, doet een ieder wat ze willen, waardoor je een chaos krijgt. Maar stel nou, ik zeg van nou, ik vind het wel fijn dat de juf mijn peuter al begint te leren. Oh, misschien is mijn kind wel erg intelligent. En, maar jij zegt nee, die nee, er periode... Moet, er moet, nee, het zijn nog klein, het zijn nog kindjes. Je moet ze kiezen de tijd. Ja. Ja. Je dus, mag al spelender, maar dan doe je het op een andere manier. Niet zo school met een... Nee, niet op de schoolse manier, want dan heb je ook de lineaal. Like, als je niet luistert, dan heb ik daarvoor dan de stok in mijn hand en weet je... En daar is eigenlijk meer de kinderen te ontdekken, wat is ronde bal, of motoriek, dus ja, een bal vangen. Ja, zo. Ja, en een grove, fijne motoriek, yes. Je gaat aan tafel zitten. Dus hele eenvoudige spelletjes waar je de kinderen hun aandacht kan krijgen en waar je stimuleert in de ontwikkeling en die groei, zodat de kinderen lekker kunnen doorstromen. Maar het gaat verwarring brengen als ze al heel ver, want ik ken een school in Noord, een hele goede school, en zij heeft de klacht aan mij gegeven, ik zal even de naam noemen. Ze zeggen, die kindjes willen gewoon niet naar die juffrouw, ze willen allemaal, en ze zeggen aan die moeders, ik wil terug. Omdat ze echt met de kinderen aan het exploren was. Mm-hmm. Dus wacht even, die kinderen zijn dus van de peuterschool naar de kleuter. En ze willen niet blijven. En ze willen niet blijven bij de kleuter, ze willen bij de peuterjuf terug. Ja. Omdat? Omdat zij echt bezig was, zoals de ECD-standaarden dat voorschrijft, kijkt ze van, hé, wat moet er gebeuren? Dus ze werd actief met de kinderen bezig. Niet wat? Gaan zitten de hele tijd, zitten op je billen. Mm-hmm. Want ja. Daar is het meer zitten op je billen. Ja. Maar zij was echt, weet je, en dan had ze het programma heel mooi in elkaar gezet. Ja. Wanneer gaan we dit, wanneer doen we dit? Dus die structuur, de discipline, die was er. En die kinderen vonden het fijn, want de kinderen fijn. He, met pictogrammen werken, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar nu gaan ze in een andere setting waar eigenlijk meer bijna niet kindvriendelijk is aangekleed. De plaatjes zijn vergeeld op de muur. Het is niet mooi gemaakt. En daar bij haar was ze, dan kon je een vliegtuigje zien. Iedere keer had ze weer wat anders. Dus het wordt dan moeilijk voor die kinderen om te blijven in een soort verlepte kale. En ja, goed. Ja, dus jij zegt... En u zegt het ook, van 0 tot 4 jaar moet je niet bij sociale zaken laten. Ik vind het niet. Dan moet je bij onderwijs, want dan is die voorbereiding van 0 tot 4, dan gaan we van 4 tot en met... Misschien is het ook een gedeelte dat wel bij sociale zaken is, dat van voeding en weet je... BOG. BOG eigenlijk. BOG deed dat, want ik weet in de ze doen het nog steeds, BOG. Dan kwam BOG ook op bezoek om te kijken naar hoe de gang van zaken is wat voeding betreft. En ook een gedeelte van de medische... Hygiëne, medische gedeelte dus van dat stukje zou je nog moeten laten vallen onder sociale zaken. Ja, dat is BOG. BOG. Ik vind dat ze helemaal van sociale zaken weg... Gaan. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Welke pedagoog was daar? Ik was de enige. Hè? Dus jij zegt weghalen van sociale zaken. Helemaal. En ik zeg nogmaals, onderwijs is druk. Ze hebben het met hun eigen team al zo druk met inspectie. Dus ik denk dat ze zoiets hebben, nee, zoveel scholen. Maar er zijn NGO's die het voorwerk al hebben gedaan. Wij zijn de veldwerkers. Dan werken samen. Ja. Dat is het probleem, hè, die samenwerking. Mimi zegt hier, sorry, peuters zijn hier nog niet aan toe. Heel eenvoudig leren zitten, rustig spelletjes spelen, leren omgaan met anderen, samen activiteiten enzovoort, verbeteren van de taalontwikkeling, begrippen van groter enzovoort, dat is wat je net zei, is pas van toepassing op de kleuterschool. Ik ben een oude kleuterleidster en daar ga je verder met hun ontwikkeling als kleuterleiders. De peuter... Ze heeft dat niet begrepen. Ja, tegenwoordig zijn de peuters ook al heel ver. Ja, nee, daar heeft ze dat niet begrepen. Je, dan ga je ze nee, dus wat je net vertelde, wat ze deden, zegt ze... Nee, dat moet je niet doen met je zegt ze. Daar zijn de peuters nog niet aan toe. Nee, klopt. Je moet dus gewoon met ze leren spelen. Ja, als spelenderwijs ga je ze leren. Ja. En er zijn zoveel activiteiten die je kunt... Veters leren rijgen, knopen leren, zelfredzaamheid, een zindelijkheidstraining. Al die dingen moeten wij als peuterlijster mee bezig zijn. Ja, en het is oké. Okay. Dus jij zegt... En je hebt scholen, wanneer die kinderen doorstromen, dat ze nog niet eens zindelijk zijn. Maar ze gaan wel naar de kleuter. Dus dat betekent dat jij iets niet goed hebt gedaan in je programma. Dus de peuter, dat is... Maar gaan alle kinderen van 0 tot 4 naar de crèche? Nee, maar het hoeft ook niet.
Ik zeg alleen, ik raad het aan, omdat zoals ik dat net voor had gelezen in mijn conclusie waarom het belangrijk is om erover na te denken. In, over 2 jaar is het in Nederland gratis, hè? Wisten jullie dat? Wat? Crash en peuterscholen. Wordt gratis. Ja, wordt gratis. Dus, en wij lopen nog eigenlijk een beetje te sokkelen. Maar in Nederland is het, volgend jaar is het gratis, hè? Op de manier dat ondersteunt ook de crashpeuterschool. Mooi, zie je? Dat is een hele mooie opmerking. Ze krijgen materiaal, om de 3 jaar moeten ze hun materiaal vervangen. Al is het er nog, ziet het er nog goed uit, het moet toch afgeschreven worden, je moet nieuwe kopen, want de overheid geeft subsidie daarvoor. En wat doen wij hier? Hier is er niks. Dan ga ik op politiek komen, gaan jullie me misschien kwalijk nemen, maar ik ga het zeggen, dat gaan jullie moeten ophangen. Wij zijn vanaf 2002 zijn we gedist en we zijn genakt. Vanaf 2002. Suriname heeft genoeg geld. En we hebben niet genoten van het geld. Ik niet. Mijn kinderen niet. Maar ene meneer Bihari komt vertellen wat er gebeurd is en waar. En niet meer. Ik heb geen enkele politieke organisatie iets hierover. Iedereen, politiek Suriname, zwijgt. En wie zwijgt, die stemt toe. Dat betekent, Gloria, vanaf 2002 dat ik 2 banen had, want toen was er nog, waren er problemen in Suriname. Daarom ben ik weggegaan. En nu vertrekken ook heel veel mensen. Wel, als wij niet willen grote mond geven aan de diaspora om te zeggen van, denk Willip Unu in Apina, dan vandaag de dag, de one contact. Dan laat de Surinaamse regering iets gaan doen, zodat onze jeugd niet die drang heeft om weg te gaan, om naar green pastures te gaan. Maar als wij het goed doen, dan kunnen we al dat soort problemen ondervangen. En we hebben het kunnen doen. Want weet je wat een trooi ons aan goud ons nu oplevert? Gloria. En we zitten te sukkelen. Ik ga je iets vertellen. En dat heb ik ontdekt. Dat was vrijdag. Vraag eens? Vraag eens woensdag. Ik ga je wat vertellen wat me geschokt heeft. Ik kom uit een rollercoaster. Ik ga je wat vertellen. Iemand heeft een klacht bij me ingediend. Maar brok en atchimoni, want mijn naam is Atoriko. Aboy konami, aboy ta in. Ik ga Surinaams praten hoor, want mensen moeten begrijpen waarover ik het heb. Maar niet alleen maar Surinaams luisteren, maar ga je gaan. Oké, die jongen is bij mij gekomen. En die jongen heeft een klacht ingediend dat dit en dat, waar hij als bij hem te huis was, hebben ze zijn diploma aangehouden. Hij mag het niet krijgen. En hij heeft verteld dat, dat er iemand daar werkt die eigenlijk op de jongens oefent. Ik wist dat niet. Hij praat zijn straat. En jij oefent op de jongens daar, toch? Je weet toch niet hoe ze praten, toch straattaal en zo. Oké, ik zeg, weet je wat, we gaan wat doen. Ik ga met die mevrouw praten. Ik ga proberen haar zover te krijgen dat ze jou je diploma's en alles geeft. Want jij moet... Je moet verder. Hij is nu 19 jaar. Ik zeg goed. Dus ik kwam daar aan, Gloria. Een tehuis? Een tehuis. Uh-huh. Ik zag die mevrouw met een kindje bezig zijn. Uh-huh. Dat kindje heeft iets stout gedaan, denk ik. Maar alle andere kinderen waren om dat kindje in. En dat kindje werd geconfronteerd met wat het verkeerd heeft gedaan. Uh-huh. Dus van een afstand, als professionele, zou ik zeggen met mijn westers gezicht misschien, ik zou het niet zo aanpakken. Mm-hmm. Want je maakt die jongen zo klein en ik zag hem helemaal zo klein. Iedereen, ja, ik denk gelijk, tranen en zo. Dus toen ze me zag, toen zei ze, wacht, ik kom, laat het, je kan gaan. En dus, want ze kent ze. Ik heb haar aan de kant geroepen. Ik zeg, kunnen we alsjeblieft even praten? Ze komt naar me toe. Maar ik zag dat ze gespannen was. Ik zeg, ik ben zo een persoon. Zo een persoon heeft me benaderd. Kunt u alsjeblieft ervoor zorgen dat ik zijn diploma's en want eigenlijk mag u het niet houden. Die zegt ze, nee, dit is niet, dit is goed. Dus vertel me wat er allemaal gebeurd is. Ik zeg, is goed. Ik zeg, maar ik bewonder je. Ik heb naar haar gekeken, ik heb haar omhelst. Ik zeg, ik zou niet kunnen doen wat jij doet. Dus wat ik tot de ontdekking ben gekomen is, we moeten de mensen eigenlijk niet te veel oordelen en verdelen. Want ik zou de grote potten maken en ze krijgt van donaties. De overheid geeft geen stuiver. En ze heeft 75 kinderen. Even. We hebben een andere cultuur. Wij zijn anders opgevoed en we bekijken de dingen anders. Het zal wel goed zijn. Maar als de mensen al gevestigd zijn in de orde waarin ze zitten, moeten we eigenlijk niet te veel piepen. Dat is wat ik ervaren heb. Vrijdag. Want als wij dat doen,
Kan die mevrouw lekker zeggen, ik neem al die 75 kinderen en ik zet ze daar voor de politiebureau en jullie bekijken het. En ze heeft die macht en die power om dat te doen. Omdat niemand van de overheid eigenlijk een toezicht of een waakhond is. Om te kijken wat die dit soort tehuizen eigenlijk doen. Omdat ze het niet kunnen. Ze hebben ervoor gezorgd, het is een tehuis, het is een tehuis. Ze hebben ervoor gezorgd dat dit soort losbandigheid, ik ken die vrouw voedt de kinderen op naar haar kennis en haar inzichten. Aan een keer ding. Maar zoals ze het doet, zou ik het niet doen. Maar het zou te ver voeren als ik op dat moment zou gaan zeggen van, maar mevrouw, van je confronteren, het is wat zij kent, is wat zij weet, is hoe zij er haar beleving is om die kinderen, en ze doet het. Want haar hele huis heeft ze gezet voor die vreemde kinderen die niet van haar zijn. Dus als ik nu met mijn westerse manier van denken kom, het kan. Maar dan moet ik ook toegang kunnen hebben, omdat ik bijvoorbeeld de overheid ben. En ik zeg, ik geef je zo'n deel, mag ik in je boeken kijken? Heb je een dossier van alle kinderen? Waar komen ze vandaan? Wie zijn ze? Alle dingen worden niet bijgehouden. Hoe kan ik haar... met mijn idee en mijn manier waarvan ik weet dat het goed kan zijn en dat we goed met die kinderen kunnen werken, als het maar begeleid wordt en als ze maar kan openstaan, dat we haar kunnen begeleiden. Maar dat zie ik niet. Alle kinderen bijvoorbeeld zeg ik niet netjes aan. Ik zou het anders doen. Ik zou zeggen, jullie gaan allemaal aan tafel, we gaan socialiseren, want het zijn veel kinderen. Maar dat is het niet. Ze blijven in de keuken en allemaal krijgen ze hun eten. Okay. Maar dat is wat ze weten, dat is wat ze kennen. Dus ik vind dat we dit soort dingen niet te veel op moeten mopperen. Want zij doet met 75 kinderen haar best en ze heeft haar huis opengesteld. Dus we komen terug op beleid. Dan zeg je, deze mevrouw prima heeft gedaan. Het was toen voldoende. Het is echter niet meer voldoende. Nee. En dan heb ik haar niet veroordeeld. Nee. Maar ik zeg wel, dit wat je nu doet is niet goed voor de ontwikkeling van een kind. Mm-hmm. Op latere leeftijd, er gebeuren te veel dingen in tehuizen die niet kunnen. Omdat mevrouw, dus ik ga haar wel zeggen van als overheid, dan moet je gaan zeggen, oké, wij gaan u strenger begeleiden. Wij gaan dit van u zeggen, u heeft het al zoveel jaren gedaan. Maar dit is niet goed, want als overheid... heb je wel een verantwoordelijkheid. Correct. Helemaal, ik ben met je eens. We zitten op één lijn. Dus die mevrouw, hoe lief ze het ook bedoelt, want je gaat nu zeggen, zeg je aan mij, ze houdt de jongens een diploma vast. Het is niet haar diploma. Nee, er was iets vooraf gebeurd. Dus nu wel afgegeven. Ik heb het mee. Ik heb de jongen gezegd van, kijk, ik heb met die mevrouw gepraat, die zei, ik sta open. Ik zeg, maar je gaat het netjes afsluiten. Ja. En ik wil ik wel groeien, want hoe dan ook, heeft ze je opgevangen vanaf je 11e. Tot je gaat niet zo weg. Ik zeg, anders werk ik niet mee. Hij zegt, is goed. Ik heb hem uitgenodigd. Ik zeg, je gaat alle mensen netjes bedanken. Want je gaat nu de weide weer in. Je neemt je diploma en hij is netjes. En ze zei nog, ik heb nog zo'n kaart voor hem gemaakt. Kijk, ik heb het voor hem verlengd. Zijn SZF, want het was helemaal paniek. Hij had geen SZF-kaart. Dus ze heeft gezegd, kijk, ik heb het. Dus ze heeft er dingen. Ze heeft ook gezegd van, ja, ze zegt, kijk, ik kan niet alle kinderen, want hij heeft me klachten gegeven wat ik haar niet verteld heb. Want je moet ook weten dat je die dingen in je balans houdt. En zij zegt, zonder dat ik haar verteld heb, zegt ze wat hij aan klacht heeft gegeven. En ze zegt tegen hem, ik heb jullie altijd alle liefde en alle aandacht kunnen geven. Dan ga je misschien denken dat ik misschien iemand anders voortrek. Maar dat zijn, ik heb 75 kinderen hier. Dus, en ze werken ook niet met professionelen. Maar dat is de overheid, dat is niet mijn pakje aan. Ik constateer, ik observeer, ik zie feitelijk zeg maar zo. Dus ik zat zo. Dus ik zat echt zo. Oké, maar we gaan dus dan, dat zijn dan als mens kijken, maar we gaan kijken als professionelen. Met kinderen die we te maken hebben. 75 kinderen, waarvan daar een jongeman oefent met jongens, toch? Dus dat betekent... Nee, maar dat is wat hij verteld heeft, dus ik heb dat nog niet in de finesse, maar ik krijg dat als klacht. En ik heb dat even nog niet aangehaald, omdat ik zoiets heb van, je moet toch dingen brengen. Het zijn gevoelige dingen, waar we voorzichtig mee moeten zijn. En ik zeg nogmaals, als ik de overheid was, en ik kon gezag uitoefenen, dan moet ik als waakhond ervoor zorgen dat mijn handhaving en mijn toezicht accuraat wordt uitgevoerd. Dat betekent dat ik
jou gaan verplichten, want die wet, we hebben een wet toch, Gloria? Mm-hmm. Dat die mevrouw niet mag weigeren dat er maatschappelijk werkers met die kinderen individuele gesprekken en gesprekken gaan doen. Maar dat soort dingen gebeuren natuurlijk. Nee, dus daarom is het beleid, hè? Het gaat om de overheid. Die ontwikkelingsvisie die er ontbreekt, al jaren. Waardoor als je, want iemand kan inderdaad uit Lieten zeggen, ik wil een tehuis beginnen. Maar dan hoor je regels te hebben. Het is geen bakbouwwinkel. Mm-hmm. En dan gaan we je begeleiden. Als blijkt, je hebt wel die, je hebt een ruimte, je wil helpen. Maar dan gaan we je begeleiden op basis van afspraken, internationaal, waar Suriname zich heeft gecommitteerd. Sergio Oldensam zegt, ik ben het eens met wat die mevrouw zegt, wat jij zegt. Wij houden ervan om vanuit de zijlijn te praten. En houden geen rekening mee om altijd eerst met een oplossing te komen. En ja, niemand is perfect, maar zelf gaan wij niet doen wat een ander doet. Nou, gelukkig laat het niet op mij. Want ze samen doen, ze anderen niet doen. Maar breken en commentaar leveren zijn we nummer 1. Ik zeker heb commentaar, meneer Oldenstam, absoluut commentaar, maar ik kom ook met een oplossing. Mm-hmm. Want het, van commentaar en een feedback krijgen, daar krijg je geen kromme mond van. Mm-hmm. Als je open staat van luister, dit is de manier zoals ik het altijd heb gedaan, maar dit is niet de manier meer. Ja. Dus we moeten het anders doen. Commentaar leveren en feedback geven is niet erg. Als je ook komt met een oplossing. Wat ik vooral niet, en merk ik in alles wat ik doe in Suriname de afgelopen 4 jaar, is dat we niet openstaan voor feedback. We gaan gelijk in de verdediging en voelen ons persoonlijk aangevallen. Dat is ook wat ik heb gemerkt vanuit de zijlijn, wanneer je komt met oplossingen. Dat mensen niet openstaan, hoor. Maar goed, hij zegt, dat is wat wij doen. Daar zijn we nummer 1 in, breken en commentaar leveren. Zo lossen we geen problemen op en gaan ook niet groeien. Een van de competenties die de dames nodig hebben die met kinderen werken is professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dan ga ik even daar in het diep gaan. Levenslang leren. Van kritiek is eigenlijk gratis advies. Ja, wat ga je helpen aan de competenties van zo'n een leidster die werkt met kinderen, of die ook in een internaat of zo'n dingen kan werken, is openstaan voor voortdurende professionele ontwikkeling door middel van training, workshop en verdere scholing. 2, reflectie. Regelmatig reflecteren op eigen praktijk en handelen. En bereidheid om te leren van je feedback en je ervaringen. Ja. Dus het is belangrijk, wij zitten hier als professionelen. Wij willen dat het goed is. We hebben ons hart op de juiste plek. En we hebben ook goede motieven waarom we hier zitten. Tenminste, ik en ik denk jullie ook. Wanneer wij hier zitten, is het niet om mensen te breken. Maar juist om te kijken van waar kunnen we met onze inzichten helpen aan een verbetering en verandering, want uiteindelijk moet dat gebeuren. Want dan hebben we nog niet verteld wat er allemaal met deze jongeren gebeuren als ze niet op de juiste manier worden opgevangen, want het zijn al beschadigd, emotioneel, geestelijk, mentaal. Mm-hmm. Ze worden afgewezen, want deze jongen is, omdat hij zijn moeder hun die staan is en zijn vader was een Creool, heeft die oma gezegd, hij mag hier niet komen en hij mag nog steeds niet, hij is uit Nigeria. Ze willen niets met hem te maken hebben. Weet je hoe je die jongen kapot maakt? Ja, psychisch het erop. Omdat hij een Creool als vader heeft. En allemaal. En dan kan je je voorstellen dat deze jongen ergens gedumpt is. Meneer, als wij niet goed met deze jongen omgaan, heb je ook misschien dat hij straks suicidaal. Want hij heeft me een paar keer gevraagd, mevrouw Vengeling, helpt u me? Ik heb hulp nodig. Dus ik heb hem doorverwezen naar een psycholoog en zij gaat hem begeleiden. Dus ik laat het niet zo. Nee, dus daarom zeg ik, dus commentaar zal ik blijven leveren. Gloria Renate Bots zal commentaar blijven leveren. Ja, want waarom? Omdat je de zaken die niet goed lopen, moet je bespreekbaar maken. Met de bedoeling dat we gaan werken aan verbetering. Dan kom ik met oplossingen. Zoals ik heb gezegd, kom met een crisisopvang. Kom met noodbedden. Ga die kleuter- en peuterlijsters, zoals jij nu zegt als oplossing, breng het onder bij sociale zaken. Dus we komen onderwijs, sorry. We komen dus met die oplossingen. We zien de ding zoals we het hebben gedaan om een jari. Zoals Albert Einstein zegt, we blijven hetzelfde doen. En wat is ons rendement? Het rendement ligt daar. Wat zou uw voorstel zijn? Stel nou, u wordt nu gevraagd door de minister van Sociale Zaken. En die vraagt aan u om uw advies vanuit uw professie. Wat zou u zeggen? Wat moet er gebeuren? Dat eigenlijk een deel bij het ministerie van Onderwijs hoort. Mm-hmm. Van die kinderen van 0 tot 4 jaar. Okay. Omdat we daar de kinderen begeleiden en voorbereiden naar het onderwijs toe. Ja.
Dus dat het beter kan dat aansluiten? Dat het beter kan aansluiten, dat er uniformiteit komt op alle crèches en peuterscholen. Dat niet de een dit doet, de ander dat doet. Net als hoe het op de basisschool is, er zijn regels. Iedereen moet dat verzorgen. En zo kan het ook bij de peuterscholen. Ja. En dat gedeelte van BOG, dat de medische gedeelte van de kinderen, dat het allemaal in place is, dat ook de crèches dat volgen, dat de kinderen dus naar voor hun inentingen gaan, vaccinaties gaan, weet je, en de voeding gedeelte, dat de crèches daarin ook ondersteund worden. Hoe en dat moet BOG doen? Dat doet BOG en misschien een deel, ik weet het niet hoe mevrouw Winkler op de sociale zaken niet dat gedeelte van die voeding meeneemt. En dat, kijk, weet je wat ook verwarrend is, Gloria? Het lijkt alsof we niet met elkaar werken. Ja, we werken een beetje langs elkaar heen. We moeten met elkaar werken. We moeten gaan kijken hoe wij de verschillende disciplines goed op elkaar kunnen laten, zodat het goed gestroomlijnd is. Die schakels, die losse schakels, moeten gaan werken zodat ze een goed te vormende keten worden. Een mooie ketting worden. Ja, zodat we goed op elkaar, vooral voor de... Wij moeten echt ervoor zorgen dat er niet te veel... Die kinderen zijn al hier, die hebben heel veel kinderen. En niet alleen deze groep, er zijn nog meerdere groepen. Maar de mensen die kinderen opvangen, die moeten openstaan. En de overheid kan... Wat is een wet? Dus ik ga niet daarover in discussie. Er is een wet en de overheid moet alleen ervoor gaan zorgen dat ik stevig ga staan. Want als niemand nog steeds gaat herhalen... Iedereen is illegaal in de kinderdagverblijven. Elke onderneming, niemand heeft een beschikking van geen enkele minister gehad, terwijl het in die wet staat. Nee. Ik heb dat al aangehaald. Dus dat betekent dat je dan gewoon bezig bent... Het zal water over, het wordt steeds groter. Ik had aanbevelingen gegeven. En dat was toen, heb ik ook gemotiveerd, waarom het zou moeten zijn dat je eigenlijk een splitsing zou moeten doen in die wet kinderopvang. Zou je sect een wet moeten hebben voor de branche kinderopvang. En voor de peuterscholen. Nee, een sect moeten hebben voor de branche kinderopvang. Het maakt dat voor alle doelgroepen werkers overzichtelijker. Nu lees je informatie die helemaal niet van toepassing is in de wet. Dus als je die wet zou gaan lezen met de ECD-standaarden, dan zie je dat er daar verwarring kan komen, want we hebben dan daarnaar gekeken. Je werkt in de kinderopvang, maar komt tijdens het lezen regelgeving tegen kinderthuizen. Dus een wet kinderopvang en je zou kunnen kijken bijvoorbeeld. Het is aan te bevelen om veel meer zaken aangaande kinderopvang wettelijk te regelen. Bijvoorbeeld voor de inspectie, toezicht, toetsing in de praktijk, handhaving moet nog meer uitgewerkt worden. Dit is nu niet of onvoldoende benoemd. Uitgewerkt in de wet opvanginstellingen. Daar begint die verwarring. Dus jij zegt in die wet die we hebben, overigens goede wet, ga die splitsing maken tussen die kinderdagverblijven en die kinderthuizen. Eigenlijk wel. Je zou dan twee wetten moeten hebben. En dat zou dan voor meer, denk ik, wet kinderopvang zou je moeten hebben en een wet jeugdzorg. Hebben we geen jeugdzorg? Nee, we hebben geen wet jeugdzorg. Dus die zou je eigenlijk in dit geheel zo'n beetje te compact en te kantig ingewikkeld. Want je ziet als je het leest, kom je de dingen tegen die door elkaar, eigenlijk die tegenover elkaar staan. Dus je zou eigenlijk een wet opvanginstellingen en een wet jeugdzorg. Zodat je die dingen goed kan splitsen. Dan weet je, die hoort bijvoorbeeld bij sociale zaken. Maar omdat hier educatie bij zit, zou het belangrijk zijn om het bij onderwijs te doen. En wet jeugdzorg zou je misschien wel. En dan kan je dan de mensen daar. Maar met educatie heb je wel opleiding. Je kan je de mensen wel trainen en opleiden om dat. En dan hebben ze dan, ze kunnen zich daarop focussen en specialiseren, professionaliseren. Maar wet kinderopvang is zeer is delicaat, het is kwetsbaar. En dus deze huidige wet speelt in op kinderthuizen of op kinderdagverblijven? Alles toch, dus in elkaar, het is in elkaar. Hij zou gesplitst moeten worden in kinderwet en wet jeugdzorg. Vindt u dat ook? Ja, dus ze zouden dat van het gedeelte van de crèche en peuterscholen eigenlijk apart moeten benoemen. Kunnen ze zetten ook, zodat het niet verwarrend is. Zodat het niet verwarrend is, want de ene keer lees je kinderopvang en de andere keer lees je kinderthuis. Oh. Een tehuis is weer wat anders. Een tehuis is net als een huis waar kinderen opgevangen worden, waar alles bijgebracht moet worden, ze wonen daar.
Maar bij een kinderopvang is men van 8 of 7 uur of 6 uur tot 5 uur. Ja. Of sommige crèches zijn tegenwoordig tot 7 uur 's avonds open, heb ik gezien. Dus ze zijn van 6 tot 7, wat eigenlijk te lang is. Mm-hmm. Want dan is het geen kinderopvang meer. Het lijkt meer op een tehuis. Maar je kan je programma wel, daar heb ik ook want het is eenmaal zo. Dus je gaat bekijken, je gaat een modus bedenken, je gaat een oplossing bedenken om in die behoefte, want die behoefte is de er behoefte soms. De behoefte is er nu, ja. Dan moet je nu gaan kijken, hoe ga je programma instellen, zodat je de kinderen die zo lang worden opgevangen, dan met je programma ook kan bezighouden, wat ga je doen en totdat ze weer worden opgehaald. Ja. Want inderdaad, er is behoefte, moeders moeten werken. Soms langer, niet twee banen. Sergio Oldenstam zegt, werkbaar voor mij is, alle ministeries moeten eindelijk samenwerken als één lichaam, inderdaad. Ze moeten begrijpen dat ze niet zonder elkaar kunnen. Nu is alles een politieke propaganda en dat brengt ons niet naar Parijs. Klopt. Wel de sporters, maar wij niet. Ja. Ja, en dat is dus wat er gebeurt. En daarom is het belangrijk dat je ontwikkelingsvisie hebt voor de komende 20 jaar. Ja. Niet voor 5 jaar, maar voor 20 jaar. Waar willen we zijn als land? En het moet ook niet een programma van 5 jaar zijn. Maar en dat als een nieuwe regering komt, dan komt een nieuwe minister, weer andere regels. Dat moet het niet zijn. Men moet het vervolgen. Continuïteit. Waar, hoe krijg je continuïteit in mijn optie en mijn visie? We moeten hem halen uit die politieke sfeer. Ja. Dit moeten we uit die politieke sfeer. De sfeer halen. Dit, het onderwijs. Onderwijs, ja. Dus de sociale zaken. We moeten ze echt, want sociale zaken, wat zegt die naam? We zijn veel sociale, liep je mee. Maar ik vind gewoon dat we de sociale zaken moeten ook uit die politieke sfeer worden gehaald. Eigenlijk ook wel. Ja, misschien. Ja, eigenlijk zou je moeten kijken. Dus als ik minister zou worden, laten we zeggen dat ik dat God me begunst en ik word minister van sociale zaken. Het eerste wat ik zou doen, misschien moet ik Bronte omhelzen. Ik zou gaan kijken van, wie heb ik in mijn kuip? Hoeveel mensen werken er? Welke zijn de kantoren die allemaal daaronder vallen? Wie komt er aan het werk? Wie snijdt iedere keer nodig en wie heb je niet nodig? En wie snijdt iedere keer kousenband? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dan ga ik kijken, misschien doen we die mensen die van kousenband snijden. Misschien moeten we andere dingen met behoud van zelf, een restaurant van de overheid gaan werken. Maar bij mij gaat het hier om, je gaat dan die mensen plaatsen. Je doet de assessment. Je weet wat voor competentie, wat de mensen kunnen. En zo kan je helemaal gaan herstructureren, kijken wie erbij hoort. Maar je moet het zonder aanzien des persoons. Maar dit is wat jij zegt, wanneer je dus vanuit passion, vanuit liefde gaat als minister. Niet omdat je bent benoemd en je zit daar zomaar, je weet niet eens de vragen te beantwoorden. Het is ongekend en ongehoord hoe we daarmee omgaan. En dit is iets dat heeft te maken met ontwikkelingsvisie. Zoals je zegt, er moet een continuïteit van beleid zijn. Ja. Samenwerken met verschillende ministeries. Mm-hmm. Het moet niet een politieke propaganda worden. Het moeten geen eilandjes zijn. Mm-hmm. Dat is te veel in Suriname. Die schakels zijn te los. Mm-hmm. Ze vormen geen keten. Mm-hmm. En jullie pleiten dus voor, nog eventjes herhalen, want we zijn bijna aan het einde. Mm-hmm. Jullie pleiten dus voor, haal die 0 tot 4 jaar weg bij sociale zaken. Ja. Plaats het bij onderwijs. Werk ook in die wet, die splitsing. Van jeugdzorg. Kinderen dan vervelen en te huizen. Ja. En zorg dat je daar heel duidelijk die richtlijnen hebt. Van hoe gaan we werken? Wat willen we leren aan onze kinderen? Dat er een uniformiteit komt, hè, zegt u. Ja. In die lesgeving ook. Ja, dat van 0 tot 4 weten wat moeten ze leren. Ja. En ik pleit ervoor, zoals Lucia toen ook had aangegeven. Zorg dat je wanneer je gaat inschrijven bij Kamer van Koophandel. Dat je ze wegstuurt en zegt, je gaat eerst naar sociale. Of, en nu, kijk, als je en nu... Maar dan ook een soort van een diploma hebt, toch? En normaal, als je een winkel wil beginnen, als je slager wil zijn, dan moet je je bevoegdheid ook hebben dat je slager bent. Je moet een slagersdiploma ook kunnen presenteren. Tonen, ja. En, omdat je moet en als je dat niet hebt, word je niet ingeschreven als slager. Dus dat. Toch? Dus u zegt eigenlijk ook, wel. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dus... Als je komt bij Kamer van Koophandel, moeten ze je terugsturen naar sociale zaken. Ja. Want daar moet je een toestemmingbrief hebben. Sociale zaken moet verder kunnen zien van, oké, ik ben bevoegd om dingen te kunnen openen. Ja. Kom je bij Kamer van Koophandel, dan moeten ze daar ook weer die controle doen. Oh, u bent slager. Oké, mag ik je diploma zien? Ja. Perfect. U mag dan mag je het beginnen. Anders gaan we kipkappende mensen krijgen. Wat ik bedoel te zeggen is dat...
is dat wanneer ze ook bij sociale zaken komen, dan gaat de sociale zaken meer diepgang moeten hebben of iemand anders die de inspectie doet. Hoe ziet je omgeving eruit? Waar ga je die kinderen opvangen? Zit het allemaal goed? Heb je alles de basisdingen die je nodig hebt om de kinderen goed op te vangen? Het kan niet een onderloos zijn, een sosseloos zonder plafond met zink waar die kinderen aan een rij zitten en de hele tijd overzitten. Niet eens een bedje is om een beetje uit te rusten. Jij dus en ik zijn geweest naar eentje met gewoon cementvloer. Alleen maar die kinderen zaten de hele dag in een maxi-coaches. De hele dag, dat was het. Dat is niet goed. Mm-hmm. Als ik kom bij stage begeleiden en ik zie dat, dan spreek ik de lijsters gelijk aan. Ik zeg, ik ben hier al een uur en dat kind zit al een uur door in die maxi-coaches. Kunt u haar niet even op een matje zetten, laat ze spelen? Weet je, hoe lang mag een kind in zo'n maxi-coaches zitten? Ik vind een kwartier al lang genoeg, hoor. Ja, maar als ze moeten eten, soms moeten ze wat doen. Je bent even bezig. Maar dan heb je het dan ook geregeld, hè. Want wat ik bedoel met structuur, is dat wanneer je bezig bent, of je bent dan met fruit aan het doen, maar dan heb je dan een activiteit waarmee je bezig bent, waardoor de kinderen evenwel maar het moet niet structureel plaatsvinden. Nee, het kan niet de laten, uren tijd dat niet laten. Is het slecht voor de rug, de ledematen. De groei, want dat kind zit beperkt daarin, het zit nog vast ook nog. Juist. Ja. Dus resumerend eventjes terug, Okay. Ik wil even afronden. Als ik kijk bijvoorbeeld, we houden ervan om van het buitenland af te kijken, Wester. Wanneer je bij kinderen zou moeten werken in het buitenland, dan heb je een mbo-niveau nodig, 3-4. Mm-hmm. Je hebt een mbo-niveau pedagogisch medewerkers, de duur daarvan is 2-3 jaar. En ik ga niet over de inhoud, je hebt een mbo-niveau 4, gespecialiseerde pedagogisch medewerker, dat duurt 3-4 jaar. En als ik doorga, ga ik ook niet over de... Een hbo-pedagogiek doet 4 jaar inhoud. Deze opleiding biedt een bredere, diepere kennis, basiskennis in pedagogiek, inclusief onderzoeksvaardigheden en uitgebreide theoretische achtergrond. Het richt zich niet alleen op directe zorg van kinderen, maar ook op het ontwikkelen van een pedagogische beleidsprogramma. Er werken nu mensen op de kinderen die waar de wet praat, geen hbo hebben. Want als jij werkt als crèche-lezer of crèche-eigenaar, moet je in staat zijn het programma die je gaat aanbieden aan de mensen die onder jouw toezicht werken, je moet ze kunnen begeleiden, coachen en je moet je programma hebben geschreven. Zo dusdanig dat je visie en missie duidelijk naar voren komt, zodat je ze ook kan laten zien wat je beoogt met het opvang en de doelstelling. En dat zijn de dingen die we... En bijvoorbeeld die korte certificaten waarover we het hebben, dat hebben ze ook. Maar dat is dan is een hele korte duur en dat is meer voor de deskundigheidsbevorderingen. Maar niet als opleiding. Niet als opleiding. Maar dat zeg je, dat is wat in Nederland gebeurt. Dat zijn de vereisten. Dus wij moeten gaan werken aan criteria. Maar hetzelfde, ik zeg net, ik heb gezegd in mijn programma net, meneer DNA-lid Henk Avianco is directeur geworden van het Marowijnen ziekenhuis. Ik heb nooit een vacature gezien waarin ze hebben gevraagd naar mensen. Ik ken meneer Avianco, dus ik praat niet over hem als persoon. Het beleid gewoon. Je kunt niet zomaar een DNA-lid maken tot directeur. Nee, op basis waarvan... Dus hebben van zijnde van wat in een ziekenhuis gebeurt. Wat er allemaal moet plaatsvinden. Hoe gaat hij bepaalde beslissingen nemen omtrent behandelen van patiënten, omtrent operaties, ik weet inplannen van dit, dat. Nee, kijk, in een ziekenhuis heb je een algemeen directeur en je hebt natuurlijk een medisch directeur. Mm. Laten we gaan vanuit gaan dat hij een algemeen directeur is en dat je een medisch directeur hebt die over die medische zaken gaat. Mm-hmm. Maar een algemeen directeur moet management skills hebben. Mm-hmm. Die moet Antoma hebben laten zien dat hij of zij dit kan runnen. Mm-hmm. Ook wanneer je een kinderdagverblijf hebt. Je moet me kunnen laten zien dat je weet... Wat je zegt, dingen op papier kan zetten. Wat is je visie? Plan. Waar kan ik het lezen? Wat is mijn plan? Wat zijn mijn diploma's? Wat is je ritme? Hoe ga je met die kinderen werken? En we zien het op dit niveau. Gebeurt er is het van alles, iedereen kan. En we zien het ook op het hoger niveau. En dat is juist jammer. En daarom blijven we dit soort zaken benoemen. En dan zeg ik nogmaals. Maar als iedereen kan alles, toch? Als je Timmerman vraagt van, kun je voor mij een tegel zetten, dan zegt hij ja. Ze zijn multi-inzetbaar. Maar als de vloer gemaakt is, dan gaat het water alle kanten op, maar niet waar het moet gaan. Ja. En hij kan niet eens die val zetten en het water blijft in het midden van je huis staan. In het midden van je dingen staan. Wat wij zeggen, we hebben mensen op niveau, we gaan niemand dissen.
Maar mocht het zo zijn dat je bijvoorbeeld een, wel met kinderen zou willen werken, dan zouden we kijken naar je niveau, naar je instapniveau. En dat is heel erg belangrijk. Dan gaan we dat selecteren en dan kunnen we ook met jou kijken, oké, jij hebt dan misschien langer nodig. Maar de overheid zou dus nu eigenlijk als taak moeten hebben om de bestaande kinderdagverblijven, de bestaande kinderhuizen die vanuit goede motivatie misschien zijn ontstaan, te gaan controleren, te gaan begeleiden en zaken te gaan verbeteren voor de kinderen die daar afhankelijk zijn van zorg. Wat we nu leveren zijn beschadigde kinderen, kinderen die onvoldoende mee kunnen op school omdat ze allerlei nonsens hebben geleerd of niet de juiste dingen hebben geleerd. Mm-hmm. En dat is wel de taak van de overheid, die controle moet gaan uitoefenen. En dat gebeurt niet. En ik denk dat wij als opleidingsinstituut ook het aan traumabegeleiding moeten gaan doen aan de leidsters die opgeleid worden. Ja. Ja. Want zij hebben allemaal een trauma opgelopen van hun, tijdens hun opvoeding. Ja, ja. Okay. Het kan ook zijn door leerkrachten. Want een leerkracht zegt ook vaak aan een kind, je bent dom, je gaat het niet leren. Mm-hmm. Dat kind heeft zich ingeprent, ik ben dom, ik kan niet leren. En die is een kleuterlijster geworden. Die wordt dan bijvoorbeeld een kleuterlijster. Mm-hmm. En die gaat hetzelfde dan vertellen. Mm-hmm. En leren jullie ook op de opleiding aan kleuterlijsters om bijvoorbeeld seksueel misbruikte kenmerken op tijd te kunnen signaleren? Ja, dat leren we ze ook. Want dat moeten ze, eigenlijk moeten ze een kind, als ze aannemen, meteen kijken van hoe dat kind eruit ziet, wat je allemaal kan zien. Niet, je gaat niet kleren opdelen natuurlijk, maar gewoon kijken, heeft het kind een schram, heeft het kind een wond aan het gezicht of armen? Want dan ook wordt het op het moment mishandelingen, kan ook gebeuren. Mm-hmm. Of is het kind gevallen, als ouders niet hebben gemeld, dan als je het hebt geconstateerd, moet je meteen bellen en vragen van wat is er met het kind gebeurd? We zien dat het kind een snee heeft aan de knie of wat dan ook. Ja, ik ben van de week ook weer door een paar mensen benaderd, door juf, leerkrachten, over hun kinderen, hoe het niet goed gaat. En zoals ik al zei, ik ben vanaf vorige week, heb ik er zeker 50 aanmeldingen gekregen. Ik heb eentje ook met jou gedeeld van de week. Ja. Maar het is een probleem. En leerkrachten constateren, maar kunnen niet helpen. Ik ben laatst ook gebeld, ik ben ook naar die school geweest, waar een juffrouw ziet van, er zijn twee kinderen op school. En ze ging een keer, liep ze op straat, zegt die jongen, lopen ze, maar waar ga je naartoe? Wat doe je hier alleen op straat? Ja, ik moet daar mijn zusje gaan halen. Ze gaan met hem mee en ze kloppen op de deur van een portiershuisje bij een parkeerplek. Kloppen, kloppen, kloppen. En horen ze een man zeggen, ja, ja, kom eraan. Nou, volgens mij pas na 10 minuten doet die man open en het kindje, het meisje, komt naar buiten. Het blijkt dus dat het een oompje is die daar altijd is en altijd is dat kind bij hem op de kamer. Dus leerkrachten zeggen aan mij, wij vermoeden dat er hier sprake is van seksueel misbruik. Mm-hmm. Ik heb ook gezegd, we gaan doen, we gaan de wijkagent inschakelen, we gaan met de wijkagent praten, we gaan kijken hoe zit het. En uiteindelijk hebben ze die verwijzing gedaan en zijn gaan praten om... was gelijk weg toen hij werd geconfronteerd met vragen. Maar zo'n klein kind van 6 jaar, en daarom zijn leerkrachten ook belangrijk, die moeten ook in staat zijn te kunnen herkennen van kenmerken, dingen die vreemd zijn. En dan moet je kunnen doorgeven, maar we zijn, zoals meneer Oldenstam ook terecht zei, we zijn nog te losse delen. Ja, en weten waar ga je het aanmelden, hoe meld je het aan. Exactly. Want als je dat op een niet goede manier aanmeldt, is de moeder ook zo met taboe, dan haalt dat kind van die school, je ziet dat kind nooit meer. Dus we komen tot de conclusie, er is nog heel veel te doen in Suriname. U krijgt nog de kans wat te zeggen aan de mensen en Lucia, en dan ga ik afronden. Okay. Ik zou zeggen aan de mensen die hun kinderen willen plaatsen in een, op een kinderopvang, ga eens kijken. Ga eens kijken hoe de school eruit ziet. Waar je kind 8 uren van de dag of 6 uren van de dag gaat verblijven. Mm-hmm. Maar niet gaan googlen op de prijs alleen. En de mooie tirantijntjes. En de mooie dingen die vanaf staan. Tentoongesteld wordt op Facebook bijvoorbeeld, dus de mooie foto's en zo. Maar ga eerst kijken. Maak een afspraak. Mm-hmm. Vraag om een rondleiding. Vraag om te kijken voordat je je kind plaatst. Want niet alles wat blinkt is goud. Is goud. Dank u wel. Ik rond af met mijn conclusie wat ik eigenlijk op het laatst zou doen. Ik kan het herhalen. Betere educatie is essentieel. En het is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van het kind. Het biedt een solide basis voor hun cognitieve, emotionele, motorische groei en bereidt hen voor op een succesvolle schoolcarrière en leven.
Door kinderen vroeg in hun ontwikkeling te ondersteunen, helpen wij hen volledig hun potenties te bereiken en dragen wij aan een sterkere en meer gelijke samenleving. Dus ouders, let op je kinderen, mm-hmm. kijk waar je kinderen zijn en als het enigszins kan, breng ze naar een goede peuteropvang. Oké, dat gezegd hebbende, we hebben hier Lucia gehad en mevrouw Hulsma. Ja. En die hebben gesproken over de belangrijkheid van goede afspraken, goede regelgeving, controle in kinderdagverblijven, in kindertehuizen, peuterzaaltjes, peuterschool. Dat we moeten gaan kijken als overheid, hoe gaan we dat doen, waar moeten we opletten en dat die controle er moet zijn. Ik zal daarvoor blijven pleiten. We praten over onze jonge kinderen die we goed willen afleveren in die samenleving. Dat ze op basis van goede educatie, sociale vaardigheden in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Daar zijn wij als burger verantwoordelijk voor. Daar bent u als ouder verantwoordelijk voor. Maar daar is ook de overheid verantwoordelijk voor. Dat is een van de kerntaken van een overheid. En wat we nu hebben gedaan is, alles is gepolitiseerd en we zitten met de gebakken peren doordat er incompetente mensen op posities worden geplaatst die totaal geen kaas hebben gegeten van de materie. En zo lopen we iedere keer achter de feiten aan en we hellen achteruit. Kijkt u naar het rendement van de afgelopen 50 jaar en dan hebben we genoeg gezegd. We lijden alleen maar verlies en gaan alleen maar downhill. We moeten het anders doen. Travasde. Dank u wel voor het kijken en tot vrijdag. Sar sote o mi a te sar sote ma mi sabita quando io co da io crimbaca e mi sabita quando io co o come andrà di cavi alle beghi Io amoro bulibi, mas ragade lo kunu, mana veta duta kru. Sana mi ati brutu tebe lo kuyo. Sana emchi vie pina sote. Condredi No avini no anu Loco sabe tu Ve feta a usrepi Le ki krabu ni wambari De bigi swafu in den krepi E mu se fusari Nata più strati, strana yum seti delibi, dati me peghi.
je op zoek naar de perfecte culinaire ervaring voor uw speciale gelegenheid? Zoek niet verder. Roshni Catering Service biedt u catering service met machtige vegetarische of non-vegetarische vers en halal gerechten. Homemade hapjes zoet of zout op bestelling als kaas en kipbitterballen, lumpia's, kroketten, simosa's, kip- en vissticks, risoles, bara en fruitbakjes. Verder Krioriang, verschillende Chinese, Javaanse als Hindustaanse gerechten, koud buffet, verschillende persaat, zuur- en sambalsoorten. En het bijzondere is dat alles wordt bereid ter plekke bij u. Onze ervaren, flinke en keurig geklede obers zorgen voor een vlekkeloze service. Wilt u zelfs en professioneel koken? We hebben alle kookgerij beschikbaar. Vraag gerust uw offerte aan via 88 50 893 of stuur ons een e-mail naar tanujaalgu@gmail.com. Roshni Catering and Ober Service. We serve your guests as their own and our quality is remembered long after the price is forgotten. You know what? I like PS Ramcharan Slijterij. Voor al uw dranken en feestartikelen tegen de scherpste prijzen. Gevestigd aan de commissaris Wijkenweg, Hoek Lijsweg. Telefoon 49-28-29. Elmersappen, 0% suiker toegevoegd. Ja, u hoort het goed. Zeker een gezonde keus. Frisse dorslesser en heerlijk na het sporten. Te verkrijgen in 4 smaken. Fruit punch, guava ananas, kersen en sinaas. Proef het. Natuurlijk en gezond. 0% suiker toegevoegd. Verkrijgbaar in alle goed gesorteerde zaken. Elmersap wordt geproduceerd door Nelba Fruit NV. Een eiland in de Noord-Atlantische Oceaan, al voor 1475 US dollar per persoon op basis van een groep van al 6 personen. Inbegrepen in het bedrag een tour van 7 dagen, retourticket Paramaribo Barbados, airport transfer, hotelaccommodatie, city shopping en beach tour, catamaran adventure en een cave tour met transport. Wilt u ook genieten op een van de leukste Caribische eilanden Barbados? Maak dan nu contact met de ervaren reisagenten van Rasonic Travel in Paramaribo aan de Bindastraat 42 en in Nikeri aan de Dr. Hannes Erwin M. Ebelstraat 25. Ook in 2024 voor all your worldwide service. Rasonic Travel. A new dimension for a new generation. Uw bedrijf, een activiteit, een vereniging, een product of uw komende evenementen promoten? Boost het op via Rasonic TV kanaal 7.8 Express in combinatie met Rasonic Radio 105.3 FM, nu ook al landelijk te volgen. Profiteer van onze stevige advertentiepakketten al vanaf 1250 SRD per maand. Ja, u hoort het goed, al vanaf 1250 SRD per maand. Adverteren of meer informatie nodig? Neem dan gauw contact op met ons in Paramaribo aan de Bindastraat 42 of in Nikeri aan de Dr. Erwin M. Ebelstraat 25. It's time for Booster It Up with Rasonic TV, kanaal 7.8 Express, in combinatie met Rasonic Radio 105.3 FM. Suriname.
जान हमारा सुरीनाम हमारा है जान हमारा अपना देश छोड़ के ले लिया है कदम ऐसा सफर करते करते मुश्किलों का सामना वो कर के आया सुरीनाम हमारा है जा पांव रख दिया उसे कहते हैं हम सुरीनाम लाला रुख है आया देखो आ शुरुआत भी नया खेतों में मिलजुल के करते थे काम बाबा और मैया उनको है सम्मान जब कल और आज की हो तुलना निकले है उनमें यही बात रोशन कर दिया है सुरीनाम का नाम हर एक जगह में वो है बस गया यह देश हमारा सफर करते करते मुश्किलों का सामना वो करके आया सुरीनाम सुरीनाम हमारा है जा Thank you.
heel veel van jou. Suriname, mijn land, mi lobby u futuro sanan, mi kondre, mi lobby u futuro. Ik kom uit het land van Penger, Lashman en Aaron. Het land van Dobro, Rapa en Baron. Het land met de hele klimaat en corrupte ministers met een eerlijk gelaat. Het land van gepraat en zoveel beloftes. Het land van weinig doen na zoveel verlofjes. Het land waar 8 december niet te vergeten is, omdat dit een grote vlek uit het verleden vervelend is. Het land van Mustafa en zijn opvolger Sambi. Het land waarin je lekker kan flikker in de vakantie. Het land van McCloy en Paul Amarali. Het land waarin men op je kleur let bij de balie. Het land waarin 89 de ramp zoveel families verlamd heeft en de hoop voor een betere toekomst verbrand heeft. Het land dat haar goud aan het buitenland geeft, maar Suriname, mijn land, ik hou heel veel van jou. Mijn land, ik hou heel veel van jou. Suriname, mijn land, mi lobby u futuro. Van Bouta, Sommer en Bruns, ik kom uit het land van de rijken en de junkies. Het land waar we rijkdommen weggeven, waar de regeerders profiteren en ze het volk